ze allemaal. Hoe is het met iedereen? Wie heeft er al iets gedaan met Pasen? En hallo, welkom bij de stream. Uiteraard ben ik te laat. Ik was echt bezig. Ik dacht, oh, ik moet dit nog doen. Oh, en ik moet dat nog doen. En ik dacht, oh, ik moet dat nog voorbereiden. En toen dacht ik, nou, ik laat maar even op Discord weten dat ik wat later ben. Sharon heeft alleen nog maar ontbeten. Ja, ik ga morgen met mijn moeder, mijn zusje en haar vriend gaan we iets doen. Gewoon eten of zo. Het enige wat Maaike heeft gedaan met Pasen is het evenement in Animal Crossing voltooien. Nou, ik heb de hele Animal Crossing nog niet opgestart, maar dat gaan we zo doen. Dus ik ben benieuwd. Nou, dankjewel Sharon. Pasen alweer. Tijd gaat snel. We gaan leuke dingetjes doen. We gaan zo meteen lekker beginnen in Animal Crossing. Mijn oude webcam die ik ooit heb gebruikt, komt vanmiddag ook nog van pas. Dus, kijk, dit is trouwens waarom ik hem niet meer kon gebruiken, jongens. Hij is helemaal niet meer stabiel. Dus die kon niet meer recht overeind blijven staan. Daarom heb ik nu deze. Maar met een tweede cam heb je meer opties voor leuke streamplannen. Sharon is nog een beetje moe. Ik snap je. Ik ben ook moe. Ik was eerst beneden. Gewoon op de bank in slaap gevallen. En toen werd ik wakker. En toen was ik te moe om dan op te staan en naar bed te gaan. Dus heb ik even rustig aangedaan. En daarna ben ik naar bed gegaan. Dan kon ik natuurlijk eerst weer niet slapen. En Miss Divi is er ook. Goedemiddag. En trouwens, het is vandaag dus 4 april, hè? Ik ben vandaag precies een jaar affiliate op Twitch. Er komt daar geen speciale feeststream voor of zo. Want ik heb natuurlijk 2 weken geleden mijn kanaalverjaardag gevierd. Ik vind dat te dicht op elkaar zitten. En ik vind kanaalverjaardag dan leuker om te vieren. Maar ja, vandaag 1 jaar precies affiliate op Twitch. Zullen we maar gewoon lekker beginnen met Animal Crossing? Daar is mijn controller. Dankjewel, Sharol. We beginnen met Animal Crossing. Ja, het is al bijna 4:30. Dus ik dacht, we beginnen gewoon met Animal Crossing. Voor een uurtje of zo. Ja, ik ben heel benieuwd naar die hopper. Ik moet ook mijn eieren nog inleveren bij onze vrolijke vriend. Onze hoppende hopper heet hij toch? Ja. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Het is konijnendag. Ziet er ook lachen. Hint, hint. Oké, hebben we post? Oh, heel veel post. Oh ja, ik had muziek besteld. Oh, meteen. En dit zal wel. Wacht. En post van Cherry. Als ik in de auto lees. We zitten op een eiland. Als ik in de auto lees, dan moet ik altijd overgeven. Echt altijd. Waar op dit eiland zit je in de auto? Cherry. Villetjes sturen altijd van die rare dingen. Ik heb weer een geldboom. Zo. Hoppatee. Oh. Kijk, Whitney met haar leuke outfit. De denkbeeldige auto. Je kan hier ook chatten zonder te volgen hoor. Als je altijd eerst even wil kijken hoe alles is voordat je volgt. Dat is geen probleem. Ik ga denk ik eerst even op zoek naar mijn gouden geldstraal. Ik zie hier van alles weer op de grond zitten. En mijn flessenpost. Ik moet ook mijn flessenpost er even zoeken. Oh ja. Ik had gisteren. Vallende sterren. Zo. Flessenpost. Cherry heeft gewoon lekker veel fantasie. Misschien had ze gewoon een droom of zo. En dacht ze, dat ga ik vertellen. Apart kind. Oké, nou. Deze kant van het strand niet. Even. Ik hoor een cadeautje. Ik zie geen cadeautje, maar ik hoor het wel. Nou, ik zie hem nog steeds niet. Oh, daar. Daar. Er komt een ei aan. Ik ben er alweer voorbij. Jongen, jongen, jongen. Die dingen gaan veel te snel. Die andere cadeautjes gaan veel rustiger. Ja, ik heb genoeg eieren inderdaad. Oké, daar komt ie hoor. Zo. Cadeautje. Oh, dit zal wel weer een DIY zijn. Een eiertafel. Oh, ja, het is maar goed dat er straks mensen op bezoek komen. Want anders blijven we cadeautjes schieten. Op een gegeven moment ben ik dat echt zat, hè. Dat die denkt, weer één.
Hier is ook niet een goudstraal. Daar hebben we de oppergeval weer. Wat moet je van me? Hop, haasje, hop. Hallo, hallo. Kijk mij eens gaan. Ik ben Sipper, altijd spontaan. Is dit zo'n vrolijke rijmer, hoor je goud? Ik ben de gelukshaas en vertel je graag wat je te wachten staat vandaag. Jippie, laten we klappen. Ik hou jullie tegen, hoor. Zeg, ken ik jou? Maar natuurlijk, zo'n vriendelijke snoet vergeet ik nooit. Blijkbaar heb ik zijn vorige bezoek geheim weten te houden, maar het was gewoon op stream, dus ik weet niet. Nou, hoe gaan we konijnendag vieren? Eieren bij de vleet, het eind van je dieet. Irie vieren in de grond, eet jij je buikje maar rond. Zoek ze hier, zoek ze daar, doe je best, geen gemaar. Snap je wat ik probeer te zeggen? Je kunt op deze speciale dag nog steeds op eierenjacht. Dat rijmt niet. Zijn rijm krijgt een 10, zegt Lianne. Maar ondertussen, deze laatste zin rijmt niet meer. Ja, 6 verschillende ijsoorten. En een mooie beloning. Oh, ik krijg nog iets. Een eierboog. Ja, die extra beloning die kan ik wel vergeten, want ik heb niet alle DIY's. Ik heb ook niet genoeg eieren om al die DIY's te maken. Zo. Oké. Oh ja, ik zat te denken, wat was ik eigenlijk aan het doen voordat ik die hopper tegenkwam? Maar ik ben natuurlijk op zoek naar mijn gouden... Oh, kijk, hoe cute! Ik hoor weer een cadeautje, maar we gaan gewoon verder. Die dingen gaan we veel te snel. Hier is ook... Oh ja, ik moest ook nog zoeken naar de flessen. Hier is die eierpostfles. Heb ik die al? Een eiertafel. Die heb ik al. Mijn eerste dubbele van de ei-serie dan. Sterfragmenten. Hoppatee. Kijk, daar is mijn andere fles. En wat zit hierin? Deze komt van Vladimir. Een ketelbad. Oh, die had ik nog niet. Hoppatee. Oh, zo'n ding. Oké. Okay. Deze is schattig. Deze vind ik ook wel geinig, maar die ga ik niet maken nu. Ben ik in de buurt? Ja, ik ben in de buurt. Dan wil ik wel even snel schieten. Het is een luchtei. Ik zelf vind de watereieren het mooist. Maar ja, die zijn ook paars. Dus dat is denk ik niet echt een verrassing dat ik die het mooist vind. Oké, okay, het staat Raymond wat minder, die outfit. Ik weet niet, ik vind hem niet een typeje voor Pasen. Oké, okay, ligt hier ergens de gouden straal? Waar is mijn geld? Daar is wel onkruid. Geld! Ik ben er trouwens achter gekomen. Was een tijdje terug had ik natuurlijk... dat was volgens mij met mijn 1000 volgers op mijn 1 jaar jubileum op Twitch. Ik weet het niet meer. Maar toen had ik natuurlijk mensen op mijn eiland. Loop eens door. Hier ook niet. Toen had ik natuurlijk mensen op mijn eiland uitgenodigd. Toen gingen we allemaal zoeken naar mijn gouden straal. Die in de grond zat. En het stomme is, toen ik ging monteren, toen ik die stream ging monteren, zag ik dus in het begin de straal in de buurt van het centrum zitten. Oh, we hebben post. Oh, er komt ook weer een vistoernooi aan op 10 april. En die is dus inderdaad verdwenen. Was het 1 jaar Twitch? Die was dus verdwenen omdat ik dus mensen op mijn eiland had. Maar wij hebben echt met z'n allen als een mannen lopen zoeken voor niks. Want als er dus mensen op je eiland zijn, dan ja, is er geen gouden straal. Gaat hij hier weer omlaag? Of is het net bij die helling? Deze gaat alweer heel langzaam. Hier heb ik dan weer geen geduld voor, hè? Komt u maar. Zo. En hier zit in... ijzerklompjes. Altijd mooi meegenomen. Oké, okay, ik heb 1 stuk nog niet bekeken.
hiervoor ergens. Nou, ik heb geen idee. Waarschijnlijk ben ik er misschien alweer voorbij gelopen. Dat kan ook nog. Ja, hallo. Ik kon er aan de ene kant in, dan wil ik er ook weer terug. Wat is dit? Mag niet. Ik zit vast. Gemeen hoor. Oké. Nou, dan wil ik één plekje ook nog even controleren of ik die wel goed bekeken heb. En anders ga ik gewoon... Oh ja, moet ik zo lopen. Zo, hoppatee. Sven heeft bij Sjoron geldzakjes verstopt en Sjoron vraagt zich af of ze alles inmiddels wel heeft gevonden. Heb ik hier alles goed bekeken? Ja, ik zie... Het kan ook nog op zo'n verhoging zitten natuurlijk. Oh, ik weet één plek waar ik ook nog niet goed heb gekeken. Hierboven, maar ik zie het hier ook niet. Zo, dat was een grote. Nee, ik zoek vanavond wel. Dan is het makkelijker te vinden. Als het donker is, is het makkelijker te vinden. Ik vind het goed. Het is goed. Oké. Hallo Dodo. Oh joh, ik hoef geen goudboompje per se om een goudboompje. Maar ik vind het gewoon leuk om die elke dag te zoeken. Dat zijn mijn standaard dingen. Ik ga mijn flessenpost zoeken en ik ga mijn geldboom zoeken. Ja. Oké, Fair Island. Uiteindelijk. Oh, Sven zag hem. Nou, dan ga ik gewoon vanavond mijn eigen stream terugkijken. En dan kijken of ik hem ergens zie. Dan hoef ik niet meer te zoeken. Maar ik weet niet of dat verandert. Want zometeen komen Sven en Sharon dus naar mijn eiland. En dan is hij natuurlijk verdwenen. En ik weet dus niet... als ze dan weer weg zijn. Of het op dezelfde plek binnenkomt als... Ja, dat hij nu zit. Die gouden straal. Oké. Okay. Ik ga even... De dodencode doorgeven. Gate wordt geopend. Er komen twee mensen naar mijn eiland. Sharon en Sven komen naar mijn eiland. Want we zaten een keer bij Sharon een spelletje te doen. Dat was eigenlijk heel spontaan. Maar Sven die kwam achter me aan met Halloween. Hebben sommige mensen zo die emotie gekregen. Dat het een beetje bang maken met dat paarse gloed eroverheen. En Sven kwam toen naast me staan. En die deed dat. Dus ik rende weg. En toen is dat soort van spontaan ontstaan in een verstoppertje. En... We zaten ook in call en toen in Discord. En toen kwamen we op het idee om paaseieren te gaan verstoppen op mijn eiland vandaag. Dus we gaan even op ze wachten. Als het goed is komen ze er zo aan. En dan ga ik paaseieren verzamelen in mijn huisje. En dan krijgen ze allebei 10 eieren. Moet ik gaan zoeken. En jullie mogen meezoeken. Want ze moeten ze expres ergens neerzetten waar jullie ze ook kunnen zien. Ik hoef niet zeg maar dit te moeten doen. Zo. En gewoon op deze standaard camera stand moet ik de eieren kunnen zien liggen. Het mag ook niet achter een klif. Mag niet achter een huisje. Maar er is iemand op weg naartoe. En ik ga ook meteen de call joinen. Hallo. Hallo. Wie komt er nu als eerste aan? Ik. De gekweekte ingrediënt. Ja, Maaike, ze moet het niet begraven. Ze moet het gewoon echt neerleggen. Gewoon net als met echt Pasen, zeg maar. Dat je het normaal eitjes in je tuin verstopt. Die begraaf je dan ook niet. Wat een leuke outfit! Oh mijn god. Oh ja, Sven zou die outfits meenemen. Ja, ik heb die van jou als het goed is ook mee. Ja, Sven en Sharon gaan dus, krijgen dus allebei een eigen type ei. En ze zijn ook verkleed als dat type ei wat ze krijgen. Ik ga even bewegen. Zo. Je kan komen hoor, Sharon. Ja, ik ben bezig met de code. Ik moet nog even een nieuwe katapult kopen. Anders vergeet ik dat vanavond weer. Oh ja. Oh, de kleding wordt bij de ingang voor je neergedropt, zie ik al. Ja. Zo. Ik vind het echt grappig. Ik ga zo wel even het kroontje maken. Dan heb ik ook iets, want ik ga niet zo'n ei-outfit doen, omdat jullie die dan al hebben. En ik heb die paarse niet. Die vind ik zelf dan natuurlijk het leukste.
Ja, ik had die net gekregen. Ik had net één ei opgevist en Kijk, toen de kreeg twee ik die hem. jullie toevallig gaan aandoen, die heb ik. Maar ik ga denk ik dit kroontje wel even maken. Ja, ik heb denk ik alle DIY's, want ik heb echt heel erg veel. Oh, deze is ook leuk. Ik kom eraan hoor. Oké, ik sluit hem. Zo. Je hebt er al meer dan mij. Ik weet niet wat alles is. Ik heb nooit een lijst gecheckt of zo. Maar ik weet sowieso dat ik niet genoeg heb om alles te maken. Want op een gegeven moment met vissen, dan ga je een half uur vissen. Dan vind je maar één waterei. Dan denk je ook, laat maar. Het is goed zo. Ja, die vind ik dus best veel. Ik heb eerder van die ballonnetjes dat ik daar heel weinig eieren uit krijg. Ja, die dus ballonnetjes. Daar alleen maar iets uit. Dat heb ik ook. Watereieren en luchteieren, daar heb ik de minste van. Ja, nou, ik ook. Ik heb geen bladeieren op mijn eiland, dus. Kijk, Lianne heeft alle DIY's al gemaakt. Hoi Jessica, welkom. En de creatieve enthousiasteling komt er ook aan. Oh, Lianne heeft al 3 eiermanden gehad. Is dat de verrassing die je krijgt van Hopper? Nou, als dat het is, volgens is het mij niet is zo dat... interessant. Volgens mij is dat gewoon een DIY, want volgens mij heb ik die. Jij hebt echt superveel bladeieren, Kim. Ja. Maar dat komt omdat ik elke keer mijn geldboom ook omhak. En dan valt er ook vaak... Ouch, er is iemand gestoken door een wesp. Oh shit, ik moest nog een medicijn nemen. Fijne paasdagen, Jiska. Ik heb echt 5 bomen zitten hakken. Nou, gewoon tegenaan zitten slaan voor die houteieren. En uit alle 5 de bomen kwamen iedere keer wespen. Oké, okay, ik loop alvast even naar mijn huisje. Kun je, kan hier jij je omkleden? Outfit. En hoi, ik speel games. Ah, het is een item, zegt Lianne. Ik heb dragen. Ik hoor gewoon in Discord dat je je omkleedt. Okay. En ik moet echt nog... Het is bij jullie natuurlijk lente. Even alles open. Ik moet alles nog openen. Is er toevallig iemand met een medicijn? Ik ga vast zoeken naar leuke plekken. Ja, de winkel, maar ik weet niet hoeveel klingels je mee hebt. Genoeg, want ik heb er weer een zakje van Sven gevonden. 2, maar liefst. Oké. Die mag weg. Vruchtei. Nee, die moet ik nog bewaren. Oh, ik deed het andere ei weg. Dat was ook niet de bedoeling. Even kijken. Oké. Eieren. Eieren. Die staan ergens onderaan trouwens. Oh, ik weet een leuk plekje. Jij zit alvast er rond te lopen. Ja, ik zit alvast te zoeken hoor. Oké, ik heb in ieder geval al mijn eieren op zak nu. Zegt hij. Ja, Sharon, ik weet niet of jij nog wel... Want ik weet dat Svenny gaat niet langs de DIY-kraampjes. Maar ik zal ze voor de zekerheid wel even pakken mocht Sharon er nog langs gaan. Dan heb ik er weer een aantal om neer te leggen. Eerst de eieren verstoppen, daarna wel de DIY-kraampjes. Ja, wat gaan jullie doen? Gaan jullie zo achter me aanlopen? Of ga je... Ik zie wel op je stream waar je bent. Ja. Dat is wel vertraging hoor, want ik weet nog dat ik bij Jessie... ging ik meehelpen met haar eiland opruimen. Oh, wat leuk! Wacht, ik ga eerst even mijn kroon maken. Dan heb ik ook iets. Ik ben roze vandaag. Paard had beter Ik dacht, geweest. Ik ga met Zippen praten. Nou, dat was ook geen goed succes, want het duurt echt super lang. Je weet dat toch? Als een feest is bij Animal Crossing, nooit met die dieren praten. Want het is één groot lang gesprek ondertussen. Ja. Oké. Gaat helemaal uitleggen dat er 6 eieren zijn. Dat hele liedje opnieuw zingen. Nou, ik heb ook iets met Pasen. Kijk dan, wat leuk. Een krantje, je bent de zoeker. Oké. Ik ben de zoeker. Even kijken. Jammer dat er geen Pasaaspak is. Hier moet even eentje van af. Eentje pakken en dan kan ik die laten vallen. Dat zijn de eieren voor Sven. Van jou moet ik nog even... Eentje pakken. Dit is dan irritant, hè? Dat je niet kan zeggen ik wil er 5 of ik wil er 10. Ja, dat mogen ze best wel een beetje updaten. Ja. Als het goed is, is dit 10. Oh, kak. Ja, Sharon en Sven gaan eieren op mijn eiland verstoppen, Jiska. En wij gaan met z'n allen zoeken.
En de regels zijn, ze mogen het niet achter een klif neerleggen. Ze mogen het niet achter een gebouw neerleggen. Het moet zeg maar op deze camerastand te zien zijn. Dus jullie in de chat kunnen dus ook meekijken. Ik ga nu mijn huisje in. Oké, okay, mag ik er nog eentje? Ik heb er per ongeluk eentje opgegeten. Klippen, jongens. Heb ik er nog één? Ik heb er nog precies één. Je hebt zo'n mazzel. Oké. Okay. Dat betekent wel dat ik zo meteen heb verboden. Maar je kon het ook nog op... Je kon het ook nog op stream zien. Ja, ook dat ik zag dus. Ik dacht, je bent een of andere emote aan het doen. Oké, okay, ja, jullie gaan lekker eieren verstoppen. Ik ga, ik ga even muten namelijk. Succes hè, tot zo. Laat maar weten in de chat wanneer jullie klaar zijn. Tot zo. Oké, ik ben even gemute in call, want zij kunnen dus nu met elkaar gaan overleggen. En dan ga ik ondertussen even kijken of we een leuke outfit aan kunnen doen. Hoi Esmee, welkom. hebben we iets wat leuk, vrolijk, gezellig is, maar niet een ei-outfit, want al die veertjes lopen al in een ei-outfit. Oeh, die kan ook wel. Duut. Oh, deze had ik laatst, die vind ik ook zo leuk, hè, met die pailletjes. Maar ik vind deze meer geschikt voor Pasen, met die druifjes. Die is ook wel schattig. Ja, ik ga voor die... deze. Cute. Nou, de tasje kan wel blijven. Dat roze tasje staat er wel goed bij. Sharon heeft er ook een opgegeten. Oké, okay, ik kom er alweer aan. Stel dat je oelewappers. Ben ik ook lekker bezig, jullie. Nou... Nou, het scheelt wel als Sven er straks per ongeluk nog geen opeten, moet hij er maar één uit een boom schudden. Maar ja, Sharon kan natuurlijk niet graven, dus ik kom wel weer naar buiten. Eentje pakken. Laten vallen. Alsjeblieft. Gaan weer terug. Ik heb blijkbaar niet goed geklikt met die outfit. Oh nee, ik was nog niet klaar met die outfit. Ik wilde natuurlijk ook nog kijken of er nog schoenen of iets bij moest of zo. Oké. Okay. Wat willen we doen? Omkleden. Gaan we weer terug. Naar onze mooie druivenjurk. Oh. En... Heb ik leuke schoentjes voor eronder. Ze krijgen allebei 10 eieren. Dus Sven heeft 10 groene eieren en Sharon heeft 10 roze eieren. Dus ik moet er straks 20 zoeken. Dit is wat sportiever, is ook wel leuk. Dit vind ik ook wel leuk, ook een beetje sportief. Tuut, tuut, tuut. Dit vind ik dan er wat minder bij passen. Oh ja, er zitten ook nog sokjes in. Schattig roze of bruin. Nee, we gaan wel voor die ene die ik net had. Die met dat witte. Deze. Nou, kijk, hebben we een hele leuke paaslook. Stoppen er nog een legging onder. Is wel paars. Of die, maar dat vind ik te druk, want het is print op print. Esmee, wel een leuk idee. En Jessica zegt, hebben we wat te doen? Ja, dat is echt spontaan ontstaan. Ik kan ook een jeans legging onder doen. Dat vind ik ook wel leuk. Ik doe een keer deze. Ik heb deze nog nooit gehad. Of gaan we voor de aerobics look? Nee, dit is wel heel intens. We doen wel de paarse legging. Oké. Okay. Zo. Nou, ondertussen is er eigenlijk weinig veranderd aan mijn huisje. Dus ik kan het wel toeren, maar de enige kamer die ik heb veranderd is deze. Dus ik heb alleen maar de vloer veranderd. Wat ik wel even wil doen is... ik zag dat ik iets had voor aan de muur. Die.
Die wil ik in de badkamer gaan ophangen. Ja, kunnen we nu toch doen. Ik mag mijn huisje nu niet uit. Want wie weet hebben ze een ei in de buurt van mijn huisje gestopt. En dan zien we hem al als we naar buiten lopen. Dus ik moet even wachten nu. En ik dacht eerst nog van, oh, ik ga wel in het vliegveld wachten. Maar ik ben wel eigenlijk wel blij dat ik uiteindelijk voor het huisje heb gekozen. Want anders zou ik nou in het vliegveld zitten niksen. Zal hem hier ophangen. Nou, enig. Wil die badkamer ook echt een keer aanpakken. Want ik weet nog niet zo goed wat ik ermee wil. Wat is dat toch jij in paars? Maar het staat toch mooi? Kijk dan hoe leuk. Ja, paars is mijn lievelingskleur. Ik vind ook die watereieren het mooist. Maar het komt en door de kleur paars. Maar ook de patroontjes en zo vind ik ook leuk. Ik vind die roze ook wel leuk. Die heb ik hier. Kijk, met die sterretjes. Deze vind ik ook wel leuk. Alleen ik ben niet zo van oranje. Maar deze, kijk dan hoe mooi. Maar ik moet nog echt een keer het huisje goed inrichten. Ik heb niks meer van Pasen in mijn zak. Ja, al die DIY's heb ik nog hier. Die kan in de opslag. Zo. Wie weet kan ik straks nog wat droppen als Sharon aan het zoeken is. Of als Sharon langs de kraampjes gaat. Welke mis ik nu? Ik heb lucht, aarde, water, hout en steen. Ik mis alleen nog gras. Ik ga ze wel allemaal... Nee, juist niet. Dat is het licht. Moet ik even terug naar die eieren. Ik wil van alles één. In ieder geval. En dan gaan we eerst langs Hopper. Staat wel leuk dit jurkje. Dankjewel. 1. 2. 3, 4, 5. En dan moet ik zo nog even een blad ei scoren. Want dan kunnen we die straks bij Hopper inleveren. En dan de rest hou ik even in mijn opslag. Want ik wil dan echt kunnen bijhouden dat ik kan zien hoeveel eieren ik van Charon en Sven heb gevonden. Dan gaan we dansen. Ja, dat is hier. Kijk, Roro zegt ook paars is mijn lievelingskleur. Oh ja, Maaike zegt nu, ga je de eieren die je nog in je zak hebt in de opslag doen, zodat je goed kan zien. Ja, dat heb ik dus inderdaad gedaan. Ik moet zo alleen nog even, want ik heb nu van elke ei 1. Ik moet zo nog even een blad ei uit een boom halen. En dan gaan we die bij Hopper inleveren, zodat ik geen eieren meer in mijn zak heb. En dan gaat de zoektocht beginnen. Ik kan geen DIY's maken, want ik zit nu binnen. Of heb ik nog zo'n ding in mijn zak? Ja, volgens mij nog wel zo'n ding. Die. Oh, en ook die blauwe. Aan de andere kant denk ik ook iets van... Wat ga ik maken dan? Want ik wil niet al mijn eieren opmaken. Dan moet ik alles weer uit mijn zakken halen of uit de opslag halen. Ja... Ik heb ook nog echt vet veel van deze. Ik had er 4 en toen kreeg ik er van Sven, moest ik er 1 verplicht meenemen, toen had ik er 5. En eigenlijk was de bedoeling dat er een aantal van mij naar Jill zouden gaan. Maar die heeft uiteindelijk Sven erop gestuurd. Dus nu zit ik nog met vet veel van die dingen in mijn zak. En dan hebben we allerlei dozen. Eigenlijk zouden ze het spel voor de PC ook moeten ontwikkelen. Het zou wel leuk zijn. Ik weet niet of er een... Ik weet wel dat er een Story of Seasons uitkomt. Maar dat is volgens mij ook voor de Switch. Maar mensen zeggen ja... Ik had het trailerfilmpje gekeken. En toen dacht ik ja, maar dit is eigenlijk een soort van Animal Crossing All. En andere mensen vergeleken het ook al met een combinatie van Animal Crossing en Stardew Valley. Dat ik iets dacht van ja... Ik speel Animal Crossing All. Oké. Gaan we even naar boven lopen. Ik ben benieuwd hoeveel eieren ze nog moeten met verstoppen. Ik vind het echt een hele leuke woonkamer geworden. Gaan we even televisie kijken. Wat hebben we op televisie?
Dit ziet eruit als een talkshow. Of zo'n zaterdagavondshow, want deze heeft een microfoon in zijn handen. Een soort van quiz. Dit lijkt wel een quiz. Ja, het is een quiz. Tudu. En Maaike zegt, leuk die laptop, dank je. Oeh, was ik helemaal vergeten dat ik het drinken daarop staat. Maar het lijkt wel een beetje op wat ik nu zo heb. Alleen is dit gewoon limonade en dat is een of ander groen spul van St. Patrick's Day met slagroom erop. Ja. Als we nou even de gordijnen open doen, hè. Dat is nou weer jammer, dat we niet kunnen spieken waar ze rondlopen. Jiska zegt, lijkt inderdaad wel op Stardew Valley, die heb ik sinds gisteren. Ja, dat trekt mij dus niet. Maar ik ben best wel kieskeurig als het gaat om games. Als een game er niet visueel leuk uitziet voor me, dan vind ik hem ook niet zo snel heel leuk. En Stardew Valley is voor mij te pixelig. Daar heb ik niet zoveel mee. Oké, ik had inderdaad trouwens een nieuwe televisie. Die zal wel hierbij staan. Televisie. Of die staat niet hierbij. Staat die bij... Is een televisie... Oh ja, een televisie is een hebben dingetje. Die lijkt me groter dan wat ik daar heb. Maar heb ik ook iets wat ik eronder kan zetten? Waar die op kan staan? Dus ik heb wel bureaus en zo, maar dat is niet echt iets waar je een televisie op gaat zetten. Miss Divi zegt, ik vind Stardew Valley echt leuk. Ik vind die stijl wel juist leuk, lekker nostalgisch. Ja, dat kan. Oh ja, we hebben die kast. Maar die past niet echt in de stijl van de rest van de woonkamer. Nou, maar voor de rest heb ik niks anders. We pakken wel die kast. Waar ben je? Daar ben je. Oké. Okay. Die switch even aan de kant. De televisie aan de kant. Dan moeten we een stukje naar achter. Ja, hallo. Zet hem even waar ik hem hebben wil. Nou, dit is even tijdelijk. Dan gaan we die televisie scoren. Daar. Hoppatee. Grotere televisie. Oh, die switch past er niet meer bij. Het is 4 uur. Hoe gaat het, Cheryl en Sven? Zijn jullie al bijna klaar? Dan laat ik die wel gewoon op de grond staan. En dan kan deze kleinere televisie... Oh, die was ook 20 inch. Ze zijn allebei 20 inch. Maar op een of andere manier lijkt deze groter. Nee, ik wilde de televisie aandoen. Kak, dat kan niet meer. Oké, kan ik het zo doen? Televisie. Nou, er wordt geen televisie kijken meer. Oké, Sven moet er nog 2, Cheryl moet er nog 3. Kunnen we wel op de computer? Oh, we kunnen hem uitzetten en weer aanzetten. Zo. Nou, gaan we al naar beneden. Misschien dat ik het binnenkort weer ombouw. Dat ik gewoon die televisie aan de muur doe. Of dat ik er iets bouw wat geen kast is. Ik weet dat ik allerlei DIY's heb. Maaike gaat er vandoor. Dankjewel. Ik ben echt benieuwd of ik alles kan vinden. Ik zou echt zien dat ik er dan 1 of 2 gewoon niet kan vinden. Hè? Dat zou echt een ding zijn. Je kan ook bijvoorbeeld zo... Dat is een nachtkastje meer. Maar dit is weer een kast. Dus daar gaat hij dat weer open doen in plaats van de televisie aan. Niet echt een side table, hè. Gewoon een, dit is een gewone tafel. Ja. Dit is dus een eieren make-up tafel, maar op een of andere manier zie ik er echt een wc in. Ja. Hier de confetti. De confetti staan. Zo. En
Feestje. Heerlijk dit. Stop snel je laatste ei, dus Jeroen en Sven. We willen gaan zoeken met z'n allen. Om even met de spulletjes spelen. Hoppatee, mag het er al aan. Dat was het trouwens in deze kamer. Oké, Sven. Kan ik alvast naar buiten, naar het serviceplein? Is dat oké? Ik weet niet waar Sharon rondloopt. Ik zal een timer zetten. Ik ben benieuwd. Ik kan zoeken. Oké. Dan lopen we eerst even naar buiten. Dan gaan we eerst even naar Hopper. Die eieren inleveren die ik in mijn zak heb. En dan kom ik weer in call. Weer in call? Hallo? Hallo? Ja. Ja. Stream mute, alles ook dubbel. Oké, ik ga eerst even naar... Oh, ik zag daar al een ei liggen. Oh, je bent waarschijnlijk op de service, maar je gaat te snel, kind. Leuk, hè, streamvertraging. Oh, en nog iets. Als je een specifiek soort ei tekort komt, kan ik je nog... Ja, dat vertel je me nu pas. Drie van een andere soort geeft. Ah, ik heb eieren. Ik moet wel heel eerlijk bekennen, een van je bloemen is terug springen over weer. Wat zeg je? Ik sprong in je bloem en die, toen zei die poef. Oh, sorry. Dat is stop, ik sprong overal heen en weer. Ja, oké. Okay. Dankjewel, Sipper. Heet Sipper, niet Hopper. Ik heb een eiermand. Even kijken hoor. 1, 2, daar komen jullie eieren. Ik ga even kijken naar een klokje. En dan ga ik naar stopwatch. Oké, start. We gaan zoeken, jongens. Nou ja, die 1 had ik al gezien. Dat is hierachter. Hoe lang heb ik dacht dat die best wel lastig was. Ik eerst. Oh, wat ben ik blij dat ik hem daar niet verstopt heb. Ga jullie me nou maar de weg blokken? Sven, dat gaat niet zo lekker. Ik zie er weer heen. Ja, maar een paar heb ik echt onmogelijk. Hoop ik. Oké. Okay. Hier ligt niks. Ja. Oh, hier ga je... Jongens! Blokkeren. Hij weet niet waar je naartoe wilt, hè? Oh, ja, die is heel goed. Ik kom hier echt nooit. Hier ligt een ei in het opgravingsgedeelte. Maar goed dat die van Sharon is. Oh, wacht, ik zie er daar ook een. Nee, dan. Ik weet niet, Jors, ik heb al 3 van jou, maar we zijn nu pas een minuut bezig. Ja, nou, we hebben wel ons best gedaan om de meest gemene plekjes te zoeken, hoor. Oké. Maar bij mij is dat niet echt gelukt, volgens mij. Ja, jongens, wat is dit? Oeh, een ei. Hier ergens een ei. We gaan het niet in een open veld leggen, hè? 10, Annette. 10 per persoon. Dus we moeten 10 roze eieren zoeken en 10 groene. Er liggen er 2 bij een boom bij de servicepaling. Maar die heb ik net uit een boom geschud. Oeh, kijk eens aan. Nog een ei. Kijk, nu gaat die van Sharon ook goed. Nou moet ik goed opletten. Misschien ligt er hier 1 tussen de bloemen. Dan ren ik er zo voorbij. Je kan hem niet tussen de bloemen leggen. Nee, maar als je bijvoorbeeld hier tussen de lelies en de hyacinten, dan zie ik het misschien ook niet. Ja, dat wel. Ik ga even kijken of dit een water ei is. Ja hoor, ga maar vissen. Loop je mij tenminste niet in de weg. Oh ja, hierachter kan je ook lopen, hè? Ja, achter Mepels huisje. Een plat ei. Oké.
Er moet er sowieso Ja, het was een waterrij. Kijk, lekker bezig. Moet er sowieso één op de camping liggen? Hoezo sowieso één op de camping? Het lijkt me echt een plek om er eentje... Het is nog niet zo gemakkelijk, hè? Want hij zegt heel vaak gewoon... Er is niet genoeg ruimte. Ah, ik zie inderdaad hier geen ei liggen. Jammer. Okay. Annette heeft opgelet. Heb ik er één overgeslagen? Waar? Je mag helpen, Annette. Kak, nou moet ik alles terug gaan lopen. Waar? Oh, daar! Ja, ik zie hem. Heerlijk. Ik dacht toen dat je dat ei bedoelde. Ik zei, we gaan het je niet makkelijk maken. Maar dit mag trouwens niet. Het moet zo te zien zijn. Hier nog? Nee. Oh, daarachter. Oké. Okay. Hoeveel zit ik weer? Maar van rond zijn er ook al veel gevonden. Ja. Nu loopt Sven voor. Yes. Ja, mijn eieren. Ik weet geen eens niet meer waar ik ze allemaal verstopt heb. Hier dus eentje bij deze rotsen. Ik heb nog een waterei gevist. Bij de kraampjes ligt er ook een. Is dat die ene die ik net te pakken had? Oeh, daarachter. Ik zie hem. Echt, als ik er straks één niet kan vinden, hè, en dat ik die dan echt in november of zo pas weer tegenkom. Ik heb 3 vissen gevangen en allemaal waterei. Oeh, eentje hierboven, bij de watertoren. De comeback van Sven. Nou, nu dus niet meer, want nu loopt Sharon weer voor. Ja, dat is wel jammer. Oh, maar daar wou ik er ook nog even verstoppen, Sven. Even kijken. Zeg, oh nee, jullie staan gelijk. Je moet er nu nog 8. Ja. Oh, ik zie een sterfragment, ik leg hem bij je huisje neer. Oké. Ik dacht even dat ik een ei zag, maar het was Cherry met een hoedje op. Oh, je hebt toch niet hier eentje tussen verstopt, hè? Hier kan je echt zo totaal niet makkelijk komen. Oh, nee, dat is een schelp. Ja hoor, hier helemaal achterin. En wat ei van Sven. Oh, daar wou ik hem ook verstoppen, Sven. Ik had niet van jou nog gelezen. Ik was toch met mijn laatste ei aan het rondlopen ook. Denk ik, dump hem wel tussen de carnavalspullen. Oh, ja, goed dat je het zegt. We moeten nog even naar de carnavalspullen dus. Oh, daarboven. Ik zie er daarboven één. Die carnavalspullen, hè? Oh, die, ja. Hallo, Nee, ik wil niet met je praten. Ga aan de kant. Dank je. Nou, ik ga dan kijken of ik je van je dies kan verlossen. Nou, hier is dus geen plek. Zien we hier ergens een ei? Op dit strand? Nee. Hier bij de tent. Ja, eentje van Sven. Oh, ik wil hem pakken. Oh. Hoppatee. Volgens mij heb je echt bijna al mijn eieren. Ja, nog 2, maar ik heb er al eentje daarboven zien liggen. Die ga ik nu halen. Oh nee. Hier mooi achter de struik. Nog maar 1, Sven. Oei, oei, oei. We zijn 7 minuten bezig. Maar die ga je niet vinden, hoop ik. Nog 4 van Sharon en nog 1 van Sven. Ik weet geen eens waar ik ze alle 4 weer neergelegd heb. Ja, eentje weet ik. Ja, dat zou eigenlijk wel handig zijn geweest als je een lijstje had bijgehouden of zo. 2 weet ik er. Oh jee. Oh nee, die heeft Sven zitten schudden, denk ik. Hm? De boom nee, ik zag allemaal bladden op de grond liggen, waar dat waren echt 3 naast elkaar. Deze heb ik geschud. Oh, jij loopt ergens anders nu. Nou, op surfsplein kan je niks neerleggen, dat scheelt. Nog een waterei. Zit er hier ergens een ei? Tussen de bomen? Nee.
hier ergens een ei. Wordt het een haling van boze peanut? Nou, ik hoop of pieken. Het is pieken. Hier niet. Oh, hierop zou ook nog... Nee, er ligt niks. Daar zou ik zou dan helemaal op het einde er eentje neerleggen. Ja, maar dat dit denkt iedereen. Dus dan ga ik het juist niet daar neerleggen. Ja. Hier misschien? Nee. Ik zit ook echt met mijn hoofd al vast te draaien. Alsof dat nut heeft. Dat zag ik. Ah, een ei van Sharon. Sharon heeft wat met rotsen, valt me op. Maar nou ga ik me zorgen maken. Dat... Oh ja, maar dat weet je toch. Ik stop me achter rotsen met verstoppertje en ik... Leg de eieren op de rotsen. Ik heb deze kraan nog. Oké, nu heb ik mijn hele eiland gehad. Yes, dan heb ik in ieder geval één ei goed verstopt. Oh, knap. Nee, ik heb nog één plek niet gehad, bedenk ik me nu. Oh, daar ligt die van mij dan wel, waarschijnlijk. Ik weet niet waar die ligt. Oh, sterk nog mensen, dankjewel. Hier. Maar hier ligt hij dus niet. Oké, nu heb ik een hele eiland gehad. Nu ga ik me zorgen maken. Ik zeg maar echt, ik weet sowieso nu nog één plek. Ik heb geen idee waar mijn laatste ligt. Daar ga ik. Oh. Ik ben echt een bonbonnetje. Nee, dat is gras. Sorry, ik ben een dom blondje. Ik druk zo mijn switch uit. Nee! Oh. 9 om 7. Oh, ben moet ik nou opnieuw alles gaan zoeken? Heeft hij het überhaupt al opgeslagen? Ik hoop het wel, anders ben ik er 5 vaten eigenlijk kwijt. Ik moet gewoon van het uitknopje afblijven. Er is iemand stilletjes naar huis gegaan. Is Sven er nog? Ja, Sven is er nog. Ja, ik ben er nog. Oh. Oké. Hoe zitten mijn zakken? Ja! Oh, 7 om... Kak, nou moet ik teruglopen. Oh. Sorry! Yes! Godzakken! Ik vind je ze niet meer. Ja, maar nou moet ik gaan bedenken... Zeg maar, waar had ik ze ook alweer gevonden? Dit was 9, dus ik moet nog terug. De tent, ik weet het al, de tent. En... Moet ik nog terugkomen of zeg je laat het zitten? Ja, laat maar zitten, want ik ga hierna... dit is niet de tent. Oh, ik ben echt soms een dom blondje hoor. Kijk, die van Sven heb ik al hier gevonden. Dus dat is 9. Oh. En ik weet dat die van jou... Bij die rots ligt. Oh, mijn watereieren zijn weg. Oh. Sorry, Sven. Oh. Nou, dat wordt druk op je eigen eiland vissen. Wat opsturen, Sharon. Wat zei je? Ik heb er alweer eentje bij. Ik dacht, ik drukte op dat uitknopje en denk... Oh nee, ik ben niet op mijn eigen eiland. Trula. Oké, ik ben in ieder geval weer 9 op 7. Oh, ik weet nog één plek waar ik zou kunnen kijken. Zo, schreeuwen de kinderen. Ei? Nee, dat is top. Ja, dat is half achter een boom. Dan denk je, oh, ik zie iets. Oké. Ja, nog een ei. Nou, ik heb ze denk ik alweer weer terug. Nee, geen ei hier verstopt. Ik weet het niet meer. Ik weet het ook niet meer. Oh, dit is een kraaibe. Ik had echt moeten opschrijven waar ik ze verstopt had. Ja, ik vrees dat ik de komende periode nog heel vaak eieren ga tegenkomen ergens. Leuk idee dit. Ah, het zijn maar 5 eieren. Het zijn er nu...
4. Die nog moet. Oh! Helaas, Sven! Nee! 13 minuten heb ik erover gedaan om jouw eieren te vinden. Jouw zijn compleet. Stiekem heeft ze gewoon heel veel bijgelegd. Nee. Nee, dan zou ik wel meer kans moeten hebben om te vinden. Oh, je bedoelt van jouw soort eieren? Ja. Nee, ik ben gewoon slecht. Nee, helemaal niet, want ik vind nu nog van jouw CST's geldzakjes, dus ik wil het niet slecht noemen. Ik weet het niet meer. Ik moet er nog 3 roze. Ze zijn wel zichtbaar, want dat hebben we alle. We zijn met z'n tweeën gaan verstoppen. Ik weet nog een plekje. Ja, ik weet het ook. Die heb ik aangewezen voor Seron. Ja, eentje weet ik. De andere twee weet ik niet meer. Ben ik warm of ben ik een gigantisch koud? Geef me de hint. Nou ja, misschien ben je warm als er de andere twee eieren er liggen. Ja, maar dat weet je niet. Je hebt hem daar achter al gehaald. Oké, ik ga meezoeken en dan niet vertellen. Dat schrik lekker op. Kijken daarboven. Nee. Hoi, Dene. Oh, welkom. Ja, ik weet weer even over stopplekken. Want ik liep er langs of wat? Ja, je liep er langs. Wat? Je liep er langs. Hij is heel gemeen. Hij is echt heel gemeen. Oh, ik zie hem. Ja, hè? Oh ja, en ik dacht nog zo van, die gaat ze echt heel makkelijk vinden, nee. Nee, maar hij is uiteindelijk best lastig. Omdat hij tussen de... Het is dezelfde kleur. Je gezicht ook. Ja. Ik liep er langs. Ja. Waar? Verdorie! Je begint nu weer koud te worden. Nu is het koud. Oh. Nu word je steeds warmer en warmer. Okay. Warmer? Warm? Oh, Sven zag hem en die komt nu daar vandaan. Heet. Nu word je weer kouder. Wat? Oh mijn god, ik weet twee plekken inderdaad. Ik weet er twee. Ja. Heb je die andere voor mij nou ook al gevonden? Oh, ik zie hem. Hier. Ja! Hij is gemeen, hè? Oké, nog twee. Ik moet er nog twee. Oh, dit is lastig. Ja, maar die had ik daar. Waarom kan je ze niet stoppen? Nee, ze moet op de grond liggen, Jiska. We zoeken dus nog roze eieren. Deze, met gele sterretjes erop. Je bent er. Een tijdje geleden ben je er nog eentje langs geweest. Ja, ik ben een tijdje geleden ben ik overal langs geweest. Dit is echt een... Ja, maar niet zo heel lang. Niet zo heel lang. Oh, dus ik moet weer terug naar en ik zag hem op beeld. Je zag hem op beeld zelfs? Ja. Yep. Oh, ik zie... Wacht, nee, dat is een boom. Ja, ik dacht dat ik hem zag, maar dat was de boom die, zeg maar, over de klif uitstak. En ik heb hem al op beeld gezien nu. Nu? Net. Mijn eieren die liggen zo goed verstopt dat je maar een klein beetje ziet. Ik zie hem. Ja. Yeah. Nog één. Die plek heb ik Sharon aangewezen. Ja, die andere weet ik niet meer, dus dat wordt nog wat. Oh nee. Dus het voelt wel een beetje lullig, dat anders had je nu pas al mijn eieren gevonden. Ja. Jouw eieren waren op, Sven. Ja. Ja, heb je te snel
toegegeven aan, oh, hier, hier, en hier, en hier. En dan denken, oh nee, kak, dat was misschien een betere plek. Terwijl jullie allebei volgens mij al meerdere keren op mijn eiland zijn geweest. Ja. Ik ken jouw eiland uit mijn hoofd, dat is het ergste van allemaal. Ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem! Oh, hier. Daar had ik er ook nog eentje verstopt. Hierachter, jee! En 18 minuten heb ik daarover gedaan. Heerlijk. Ik hou van op de rotsen en tussen de bloemetjes. De conclusie. Ja. Nou, 10 om 10 eieren. Ik heb er uiteindelijk 18 minuten over gedaan. Om ze allemaal te vinden. En ja. Heerlijk. Ik vond dit heel leuk. Ik hoop dat de mensen in de chat dit ook heel leuk vonden. Dit wil ik volgend jaar met Pasen weer doen. Dit is briljant. Ja, dat is echt heel leuk. Het is ook leuk, want als je eenmaal een ei ziet, wij zien ze gewoon best makkelijk. Ja. En jij ziet het niet. Dat is een best lachen. Ja, maar je ziet ze denk ik ook makkelijk, omdat je weet waar je ze hebt neergelegd. Ja, dat ook. Ik weet het natuurlijk niet, dus ik ben echt heel erg aan het zoeken. Maar jullie krijgen als bedankje het aantal tickets erbij geschreven met hoe lang ik erover heb gedaan om je ei te zoeken. Dus Sven krijgt 13 tickets erbij voor 13 minuten. Sharon krijgt 18 tickets erbij voor 18 minuten. Dank jullie wel. Ik ga wel Animal Crossing nu afsluiten, want ik ga zo meteen naar deel 2 van deze stream. Maar thanks dat jullie me wilden helpen. Was zeker leuk. Ik ga een schilderstripje doen, jongens. Ik ben wel heel erg blauw zo met dit. We zetten even een mapje open. Zo, beter. Ja, sommigen van jullie weten dat ik boodschappen doe bij Picnic. En Picnic die heeft altijd met bepaalde speciale gelegenheden hebben ze dan een nieuw minuutje met dan die feestdag of zo. En nu stond er het kopje Pasen stond erbij. Dus ik klik daarop voor de lol. Zit dit er dus bij? Een ijsschilderset. En dat ding was eigenlijk maar 2 euro. Dus ik dacht, weet je, ik bestel het gewoon. Het is wel echt, nou, super armoedig en kinderlijk. Sharon wou hallo terug zeggen. Dus ik heb letterlijk 1 penseel. Ik zeg penseel, ik weet niet of Pinky er is, maar anders krijg ik ook een flikker. Maar er zit echt maar 1 penseeltje bij. En ja, dit is het jongens. Dit voelt echt zo'n ding als wat je bij een of andere snackbar Happy Meal zou kunnen krijgen of zo. Maar ik dacht misschien is het wel leuk om dus een schilderstreampje te doen. Want ik heb natuurlijk nu een andere webcam. Hallo. Zo. Oké, dit is... Ik weet niet hoe Jill dit elke keer doet. Ja, die heeft natuurlijk schildersezel. Ik heb dat niet. En Kobe Gaming, dankjewel voor het volgen. En Lianne zegt dat ziet er zo grappig uit. Nou, ik heb voor de stream dus even een ei gekookt. Hij is niet meer goed, dus dat maakt niet uit. Ik kan het toch niet opeten. Oké, gaan we kijken of dit... Hoe dit gaat. Oké! Dit is echt... Het ziet eruit als dit er allemaal elk moment uit kan vallen. Maar ik vind dit zo grappig. Dus ik heb keukenpapier liggen. En ik heb water liggen. Dus ik heb 0,0 inspiratie. Laten we maar kijken. Ik ben ten eerste heel benieuwd hoe goed dit pakt. Want het valt eigenlijk... Waar is de camera? Best wel mee. Ja, je ziet wel wat, maar om nou echt te zeggen dat het heel dekkend is. Nee, het is niet echt bepaald dekkend. Kijk, Jessica is ook aan het schilderen. Nou. Moet ik andersom doen. Zal ik ook even de ringlamp van deze aanzetten? Zo. Oké, een webcam en water. Hoe lang gaat dit goed? Ja, om nou echt te zeggen dat hij heel goed pakt, het valt ook wel weer mee. Even goed nat maken. Zo. Oh, kijk, het wordt al beter. Het moest gewoon goed nat zijn. Ja, het roze is heel licht.
Al zou je verwachten dat het beter dekkend zou zijn. Je ziet bijna niks qua de kleur, de echte. Extra water. Meer. 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 Geef me water. Het is echt van dat zuurstokroze voor mij. Oké, dan moet ik het... Zal ik gewoon kijken of ik een hartje kan maken? Maar opletten dat ik niet uitschiet, want dit is niet, het is geen Photoshop of een Paint of zo dat je denkt, oh, ik gum het even. Ik ga niet nog een nieuw ijs aanbakken ook. Of koken. Oké, meer water. Ik vind het wel grappig. Dat hele ding kost echt maar 2 euro. Ik dacht, weet je, voor de lol, ik ga hem gewoon bestellen. En ik kijk wel wat er bezorgd wordt. Ik vind het echt grappig. Het begint wel er wat beter uit te zien. Zo. Oh, nou moet ik de andere kant op. Zo. Wiepikkie, mooi schilderen. Ik kan je niet horen. Ben op bezoek bij mijn tante die jarig is, maar veel succes. Oeh, Wiepikkie heeft ook geschilderd. Haar eitjes komen in Discord. Ja, wie heeft er vandaag al iets gedaan met Pasen? Ik ga morgen gewoon bij mijn moeder eten. Lekker simpel. Geen idee ook of we iets speciaals gaan eten of zo. Charlotte zegt, je hebt het leukste gemist. Maar Dagmar zegt in chat dat ze het wel gevolgd heeft. Zo. Nou. Ja, je ziet het niet zo goed, maar ik heb dus geprobeerd om een hartje te maken. Kijk, Miss Divi heeft heerlijk gebruncht bij de ouders. Dat is ook wel lekker, een brunch. Dat heb ik echt ook... Ja, ik doe het eigenlijk elke dag. Ik wou zeggen, ik heb echt al jaren niet gebruncht. Maar ik heb al jaren niet echt dat je zegt officieel gebruncht of zo. Want ik ben natuurlijk... Ja, ik zit nu vanwege de lockdown al een paar maanden thuis. Dan ga ik niet vroeg opstaan om te ontbijten. Tegen de tijd dat ik opsta, dan is het al een brunch. Dus... Als ik deze even ook wat meer... Zo... Leuk! Zo, kijken of we er paars van kunnen maken. Zo, een beetje paars hier. Kijk, paars! Ja! Jeroen zegt nu net in chat, je mist alleen paarse verf. Is dat een hartje in gebarentaal? Reageer even. Of is het een hartje voor mij? Reageer even in gebarentaal. Oh. Heeft Wiepikkie een naamgebaar dan? Kijk. Nou wordt het leuk. Er komt paars bij. Jessica heeft paasontbijt gedaan en geknutseld met haar kind en eitjes gezocht. En lekker eten bestellen en quality time voor mama, heerlijk. En Annette heeft gekookt eitje en paaseitjes gekregen. Oh ja, hebben ze, ja, want jij bent natuurlijk nu niet thuis. Hebben ze iets bijzonders nog gedaan? Neem aan dat ze niet paaseitjes hebben verstopt daar op de afdeling. Donkerder. Misschien moet ik er ook een beetje blauw bij doen. Zo. Ik ben naar de kleuterklas geweest. Ik weet wel hoe je kleuren kan mengen. Om nou te zeggen dat het super snel opdroogt, is het ook weer niet.
blauw. Zo. Kijk eens aan. Nou krijgen we pas echt paars. Zo. Wat heb Jill nou weer? Wat heb... Oh, ze heeft konijnen. Gooi hem nog eens in de chat, Jill. Gooi die emotes nog eens in de chat. Mijn kippel krijgt konijnenoortjes. Ik dacht echt, wat is dat? Maar mijn kippel groet heeft konijnenoortjes gekregen. Vet leuk. En Annette zegt, de verpleegkundige had van die paashaas oor opgedaan. En voor de rest was het niet heel bijzonder. Dat is wel schattig. Dat ze er toch iets speciaals van maken als je niet thuis kan zijn. Zo. Nou. Kijk of mijn logo... Ah, dat woord, wat die puls. Dan moet die puls... Ik ga het wel proberen. Maar misschien vernachel ik dat hele ei. Meer water. Meer water. Het begint weer naar roze te gaan. Hè? Ja, er moet weer blauw bij. Zo. Kom op. Paars. Beetje rood erbij. Geef mij paars. Nog een beetje rood erbij. Het wordt nou te donker. Beetje wit erbij. Joe, meer wit. Nou is het heel donkerpaars, kijk. En het drupt. Nee, niet gaan druppen. Anders is het straks geen hartje meer. Oh, mijn pannetje heeft ook konijnenoortjes gekregen. Wat leuk. Dat vind ik echt wel zo'n leuke optie aan Twitch. Dat je dus ook met dat soort dingetjes kan spelen. Ik weet nog dat vorig jaar hadden ze mijn pannetje in een mandje gestopt. Paasmandje of zo. Er was er nog een clipje van. Het is te nat. Hoi Simpel, welkom. Kijk. Miss Die heeft de pan even aangepast voor Pasen. Oh, ik zie het druppen. Hij zit natuurlijk ook een beetje scheef, zodat je het goed op de camera kan zien. Maar ik zie ook dat het hier naar beneden loopt. En dan is het straks geen hartje meer. Het moet wel een hartjesvorm blijven. Het drupt. Jill zegt, die wilde ik net doen met het hartje, alleen heb te weinig punten. Simpel zegt, oh, ik heb ook nog een voorraad aan deze ijsschilderdingen. Nou, ik zou zeggen, het is Pasen. Ga je gang. Tante Moddeloot heeft alle punten van Jill. Nou, wel lief. Want iedereen zit natuurlijk altijd Tante Moddeloot arm te maken in de Sims. Is haar saldo weer een beetje aangevuld. Zo. Oh, pakt die van Annette niet. Droog op. Oké.
Mijn water is inmiddels ook paars. ja, nou dan gaan we een beetje met groen spelen of zo. Ja, ik wou dit. Misty zegt ook: je water heeft ook een mooi kleurtje. Even kijken hoe ik dit handig kan doen. Ik denk dat van Jill is veel praktischer dat je een schildersezel hebt. Dat heb ik nu natuurlijk niet. Niet dat je daar wat aan hebt met een ei. Oh, ik kan dit draaien. Oh, kijk eens aan. Wedden dat straks mijn hartje uitgelopen is aan de onderkant. Nu ik hem verder draai. Zo. Beetje leuk versieren. Groen! Groen. Zo. Hoppatee. Ik heb voor de rest, ja, ik denk dat ik gewoon wat leuke kleurtjes eromheen doe. Beetje abstract of zo. Misschien een poging tot blenden doen. Maar het is vooral het hartje wat ik sowieso wilde maken. Kijk, groen. Chiska is ook even wat punten gedropt. Draai maar terug. Zo. Doen we hier ook groen. Hoppatee. En nog meer groen. Doei Jessica. Leuk dat je er was. Tot de volgende keer. Hij is nog niet uitgelopen. Nee, goed hè? Chill, je mag de hamer inzetten hoor. Geniet ervan. Zo. Ik wil wel wat meer dekkend. Ik vind het wel leuk als er ook echt kleur op zit. En niet dat het een eitje is met een groen gloedje of zo. Groen. Nou. Oh, wacht. Ik wou zeggen, ik ben klaar met groen. Maar ik wil wel dat het mooi langs de rand van het... Oh, nee, die druppen. Straks valt het in mijn roze paarse. Dat moet ook weer niet. Je kan zien dat ik echt vet lang niet meer geschilderd heb. En waterverven kan ik echt al helemaal niet meer herinneren. Wanneer ik dit voor de laatste keer gedaan heb. Het lekt echt... Oh ja, ik zit met een natte kwast er weer lekker overheen te gaan. Moet ik ook dit doen. Zo. Ik heb er trouwens nog een stuk karton onder liggen hoor. Dus het is niet dat ik straks een groene muismat heb. Het gaat goed. Zo. Oh, zij kwast? Nee, echt? Kak.
Pinkie is er niet, toch? Ik ben veilig. Als Pinkie dat hoorde. Het is gewoon een kwast. Heerlijk. Kijk, nou wordt het wat meer groen. Oké. Okay. Miss Dini vraagt, is dat niet gewoon hetzelfde? Nee, blijkbaar niet. Jill die heeft schildersdreams. En die krijgt regelmatig op de falie. Als het woord kwast gebruikt. Oeh, ik ga dit straks proberen te blenden. Volgens mij gaat dat heel tof eruit zien. Zo. Dan kan ik er weer een stukje verder draaien. Zo. Ja, dat blauw is veel dekkender. Ik denk dat dat groen en dat geel, dat komt natuurlijk een beetje in de buurt van de kleur van het ijsgeel. Dus dat het verschil minder opvalt of zo. Maar deze blauwe vind ik heel tof. Oké. Nou ga ik kijken of ik dit zo leuk kan blenden. Kijk mij even artistiek bezig zijn hier. Ik krijg een beetje seafoam, roosjes kleurtje. Wat nou? Ik krijg maar 6 kleuren. Ik maak er gewoon nog extra kleurtjes bij. Oh kijk, Sven zegt, een kwast is een make-up kwast of iets wat niet te maken heeft met schilderen en een penseel wat je gebruikt met schilderen. Maar je hebt toch ook een kwast om muren te verven? Dat is toch ook schilderen? Of is het dan weer, zit er ook weer een verschil tussen schilderen en verven? Chill, oké, okay, stomme vraag. Heb je het ei gekookt? Die heb ik gekookt. Ik ben wel zo'n kneus die dan een ei niet kookt en hem dan laat vallen, hè? Dus ik ken mezelf, ik ben niet handig, dus dan moet je slim zijn. Ik vind dit echt een hele toffe kleur zo. Maar dat groen wordt een beetje groen-gelig hier. Zo. Er moet echt even wat meer groen bij, dat pakt voor geen meter. Groen, geef me groen, geef me groen. Die groen wordt gelig als opdrucht. Oh, dat zou het ook kunnen zijn, ja, dat het opdrucht. Maar hier in het ding zelf vind ik hem anders groen dan hier. Even kijken. Oh, bij sommige visagies zijn het ook weer penselen. Dit wordt toch gewoon te verwarrend? Dus als je gaat schilderen, is het een penseel maar geen kwast. Maar een muur verven vind ik ook vallen onder schilderen. Dan is het weer een kwast. Een stok met haren. Ja, maar een borstel is ook een stok met haren. Als je je haar gaat kammen. Een bezem is ook een stok met haren. Stoffer van een stoffer en bleek. Oké, okay, dat is deze kant. Dan gaan we even weer draaien. Je ziet wel zo'n laagje lopen. Zo'n soort van barst door dat hartje. Maar die roze dekt op zich wel goed. Oh, kak, mijn ei. Hij zit niet meer goed erin. Ga eens terug. Oh, kijk, Binky is er hoor, jongens. Penselen zijn kleine en dunne en kwast zijn dik en lomp en voor muren. Oké. Okay. We zijn
Oké, zal ik hier dan rood doen? Oeh, die dekt ook goed. Vind ik veel toffer. Wat je nu gebruikt is een beruchte action penciltje. Het komt van Picnic. Dit is wat ik nu gebruik. Simpel eiersetje voor 2 euro. Nat maken. Hoppa. Die rode dekt echt goed. Die rode, die blauwe vind ik heel top. Oké. Ja, die rode is echt mooi. Jill gaat even de was ophangen. Succes. Vind ik altijd zo'n rotklus. Aan deze kant weer even. Oh, het is er hier doorheen gegaan. Nee. Dat is niet de bedoeling. Het moet wel groen blijven. En Miss Divi zei eerder nog aan de andere kant. Oh, het is niet doorgelopen. Is het uiteindelijk aan deze kant doorgelopen? Zo. Oké, nou nat maken. En dan gaan we kijken of we dit ook een beetje leuk kunnen blenden. Dit was te nat. Oeps. Kijk, dit wordt dan weer een beetje oranje. Oh kak, het loopt het rode. Het loopt hier aan de onderkant door. Hij wordt heel abstract straks. Ik heb nu al het idee dat hij heel abstract wordt. Oké, geel. Gooi hier wat geel op. Als het over penselen gaat, dan voel ik dat gewoon. Binky heeft geen zesde zintuig. Binky heeft een zesde penselen zintuig. Een schildersoor. We verwachten je al, zegt Leon ook nog. Oké, kijk of we dit een beetje leuk neer kunnen blenden. Daar, ja, die groen was natuurlijk al opgedroogd, dus je ziet echt zo'n rand daar lopen. Dat vind ik dan weer een beetje jammer. Ga blenden. Misschien moet ik ook wat groen bij doen. Het schilderszintuig, ja, echt, hè? Oké. Nou, die rand blijf je zien. Dat rode. Ja, het wordt nu natuurlijk oranje gemengd. Oh jee. Best heel veel valt nu al uit elkaar. We zijn het eerste haartje al kwijt. Song. Ja, het moet toch wat beter blenden. Misschien moet ik zelf even oranje maken, want het is niet dekkend genoeg. Oké, rood. Kom maar. Oh, dit wordt een beetje bruinig nu. Nu wordt het, kijk, nu is de oranje. Hallo, oranje boven. Of ik ben allergisch voor het woordje kwast. Pinky, de kwasthater. Oh, dit vind ik wel tof. Hier, ik moet hier nog even kijken of ik het mooi over kan gaan. Maar hier van het rood naar het oranje vind ik heel mooi.
ken de muziek iets te goed. Oké. Als ik hier nou ook een beetje geel bij doe, hè? Hier, hebben we nog een stukje over. Ik ben blij dat ik niet vanaf het begin dat hele ding nat heb gemaakt. Maar dat ik ook weer een hoekje pakte. Zodat ik dus nog opties heb om te mixen. Eigenlijk hadden ze dan ook nog een leeg gaatje erbij moeten doen. Dat je dan nog zelf ook wat meer ruimte had om te mixen. Kom op. Geef me geel. Hij wil niet echt lichter worden. Vicky zegt, ik zal blijven strijden voor de gelijke rechten van een penseel. P van de P. Partij van de penseel. Als ik het hier doe, misschien wordt dat beter. Wat groene, we doen het wel hier. Want die groene wil hier niet echt lichter worden. Nou. Is die er ook weer? Nou, ik vind deze overgang nu ook wel wat worden. Water is inmiddels niet meer zo mooi paars als wat het in het begin was. Het is nou echt zo'n vieze gootsteensmurrie aan het worden. Oké. Wel heel cool hoe dit eruit komt te zien. Aan de onderkant is deels per ongeluk ook met elkaar geblend. Als we hem even terug vouwen hier. Blijf wel zitten, alsjeblieft. Ik ga de politiek in met de PVDP. Heerlijk. Oké, doen we hier wel. Goksrot. Welkom Doppie. Wat een toepasselijke naam. Zo voor de eerste paasdag. Zo. En officieel Zoe. Dankjewel voor het volgen. Ook welkom. Een beetje blauw. En Iris Tummetje, ook welkom. Wat een gezelligheid. Meer, meer. Ja, kijk, beter. Zo. Hoi Iris. Je fijne Pasen. Ik zit nou aan die kant weer te verpesten, hè? Die andere kant. Zo. Zoe, welkom. Dan moet je aan Twitch vragen, Iris. Daar ga ik niet over. Zo. Ik vind het eigenlijk wel tof. Want als je ziet hoe het hier opdroogt. Het geeft me een beetje... Hoe noem je dat? Dat... Chill zegt, je moet even refreshen. Oké. Dat
marmerachtige effect krijgt het hier aan deze kant. Doordat het water zo loopt. Ja, het wordt niet echt scherp, hè? Wordt het scherp? Scherp? Joehoe. Ja. Ik vind het wel cool hoe dit hier zo loopt. Oké. Okay. Dan hebben we daar aan de bovenkant ook nog. Ik wil echt dat het hartje in kleur... Ik ga die onderkant niet doen, dat zie je toch niet. maar ik wil hier aan de bovenkant nog blenden. We hebben groen en blauw. Hier hebben we natuurlijk ook al groen en blauw gedaan. En hier hebben we groen met rood gedaan. Zal ik dan geel pakken hierboven? Gewoon echt geel. Zo. Doet echt wonderen, kijk. Dat is heel vaak... Dat is wel zo, want Sharon had gisteren nog problemen met Discord. De software, zeg maar, voor op je computer. En toen heb ze hem verwijderd, de computer opnieuw opgestart, opnieuw geïnstalleerd. Hoppatee, probleem opgelost. Zo. Ja, met subs ook. Helemaal voor degenen die moderators zijn met een moderatorpaneel. Ik heb gemerkt dat als je dan op iemand wil abonneren en helemaal met Prime, dan moet je dus de stream vernieuwen en dan pas kan je het vieren met een alert. Dat is echt irritant. En ik ben bij best wel veel mensen mod. Dus dat is echt een ding. Oké, gaan we hier blenden. Er moet weer een beetje groen bij. Zo. Het is heerlijk om iemand een ei te zien verven. Het is echt rustgevend. Ik vind het ook eigenlijk chill. Oeh. Dit is de eerste keer dat ik zoiets doe op stream. Meestal doe ik gewoon games. En ik heb ook net Animal Crossing gedaan. Ik wil in de toekomst wel meer gaan doen. Want ik heb al sinds kort de webcam waar jullie me nu hier zien. Want deze webcam die op mijn ei staat was eerst mijn cam. Maar die is niet meer helemaal soepeltjes, zoals je kunt zien. Maar dat geeft me nu wel de mogelijkheid om dus ook dit soort dingen te doen. Dus dat vind ik wel heel tof. Ik denk dat ook... Die is te donker, hè? Ja, ik heb wel licht nodig. Zo. Zo. Sharon is druk met de paaseieren op Animal Crossing. Ja, misschien dat ik vanavond nog even voor mezelf ga spelen. Al die DIY's uitproberen en zo. Maar want er is een speciale verrassing als je alle DIY's hebt gedaan. Oh, Iris gaat vanavond gourmetten. Ik hou van gourmetten. Geniet ervan. Zo. De rotkonijnen. Wat is te chill. Moet je frustraties ergens over kwijt. Zo. Oké, deze kant is aardig leuk in elkaar aan het blenden voor zover ik kan zien. Laten we er maar niet over beginnen. Even kijken. Iedereen zegt maar, mijn broer heeft autisme en die vindt het altijd te lang duren. Dus waarschijnlijk wordt het niet gezellig. Ah, dat is wel jammer. Ja, ik vind gourmetten juist leuk. Helemaal met kerst. Wij doen heel vaak met kerst ook gourmetten, zoals half Nederland. Maar ik ben dan weer niet van de traditionele kerstdiners aan tafels, omdat je dan zo lang stil zit. Maar met gourmetten heb je ook wat te doen. Ik vind gourmetten zelf niet alleen eten, maar ook een activiteit tegelijkertijd. Heb je echt iets van die... Heb je een bepaald iets wat je eigenlijk altijd doet met gourmetten? Want ik heb echt een cliché ding wat ik dus altijd doe met de gourmetten. We hebben altijd zeg maar van die stokbroodjes dan gesneden. En dan doe ik er dus kruidenboter op. En dan doe ik hem heel kort even op de plaat. Zodat hij een beetje knapperig wordt en dat het kruidenboter erin trekt. En dan doe ik dus ook champignons, kip en gehakt bakken. En die gehakt en die kip en die champignons doe ik dan allemaal in kleine stukjes. En dan doe ik dat op de kruidenboter. Dus ik maak een soort van mini toastjes voor mezelf elke keer met gourmetten.
Even kijken, als familie zitten met de kerst, gewoon een bord op schoot, lekker bij elkaar. Ja, dat kan ook natuurlijk. Jill, gewoon genieten van de tijd die er wel zit en voor de rest jezelf voor jezelf een beetje loslaten. Ja. Miss Divi zegt, mijn zusje doet dat ook. Oh, zo lekker. Nou heb ik daar echt trek in. Oké, dit blend aan deze kant is ook wel mooi geworden. Ik wil eigenlijk wel, toch wel even de achterkant zien. Want als het goed is, komt het aardig bij elkaar in de buurt. Ja. Nou, zullen we dan ook een beetje paars erbij gooien aan de achterkant? Moet ik het weer even nat maken. Zo. Oh, het wordt lichter. Het wordt weer roze. Nou, we doen het hele stuk roze en dan maken we zo weer paars bij. Zo. Dat stokbrood met kuipboter ga ik vanavond voor het eerst proberen. Oh, dat is echt lekker. Want ja, je doet hem gewoon een beetje erop smeren en je legt hem even op de plaat. En dan wordt hij en knapperig en het trekt er een beetje in. Miss Divi zegt, roze is ook mooi hoor. Ik weet het. Ik weet het. Al ben ik iets, dit is, ja, het originele van dit, ja, dit is bijna helemaal bedekt nu. Maar het is voornamelijk zuurstokroze. Dat vind ik dan weer een iets heftigere kleur. Hierboven moet hij ook nog. Kijk, als we hier een beetje blenden. Dit is trouwens een heel leuk systeem, maar nu hebben we straks een boven- en een onderkant die dus niet geschilderd is. Ik zie een beetje oranje doen. Gewoon een sticker op plakken. Oh, dat is wel fijn om te lezen, Iris. Ja, gewoon straks lekker genieten van het gourmetten. Gewoon lekker dingetjes uitproberen. En je favoriete dingetjes pakken en zo. Doei Jill, lekker genieten van de bank. Lekker chillen. Tot de volgende keer. Zo. Ik vind het leuker dan ik had verwacht. Ik snap Jill waarom je het doet. Miss Divi, kan jij special shout-out geven? Een SSO naar Jill. Zij doet regelmatig op maandag schilderstreams. En ik snap wel dat dit heel relaxend is om te doen op stream. Het effect wat er ontstaat door al die, door dat water wat overal heen loopt en zo. En die effecten die erop krijgen, vind ik het eigenlijk heel tof geworden. Zo. Oké. Nou gaan we. Dus de achterkant toch gedaan. Alleen de boven- en onderkant niet. Nou, dat is dan jammer. Gaan we terugdraaien. Want. Is het hartje... Oeh, het hartje is verpest. Nee! Oké, dat moeten we even fixen. Want ik had gehoopt dat hij oké was en dat hij droog was. Zodat ik de puls erop kon maken. Maar ja, dat is dus niet het geval. Gaan we even opnieuw het hartje maken. Ach,
het is niet nat genoeg. Dan maar een gekleurd ei, ja. Nee, ik ga het proberen. We gaan gewoon proberen dat hartje te maken. Dan wordt het wel weer roze. Of weer blauw. Het is te nat. Zo, alles gaat nog goed daaronder. Even voelen. Ja, muismat is nog droog. Oké. Top. Zo. Ik ben heel benieuwd, want dit is natuurlijk helemaal droog en roze. En ik ben nu aan deze kant wat meer paars aan het doen. Misschien moet ik hier ook even wat meer paars doen. Het ziet er meer uit als bruinig. Ja. En hij valt eruit, elke keer met draaien. Valt mijn ei er deels uit. Blijf op je plek. Zo. Zich, ik weet niet jou op, hoe het op beeld is. Het lijkt best wel. Oeh, lukt dit goed? Ja. Het lijkt best wel op de kleur die ik daadwerkelijk heb. Met mijn achtergrond en zo. Eet tussen aanhalingstekens. Dat lijkt me heel gek. Even iets meer roze er nog bij. Ik heb het idee dat hij niet ook niet helemaal meer symmetrisch is, dat hartje. Maar dat maakt niet uit. Oké. Okay. Alleen lastig is, ik wil die puls maken. Maar het is natuurlijk nu super nat. We gaan het gewoon proberen. Dit is heel fijn, hè? Hoe kan ik zien op deze witte haartjes of de witte verf erop zit? Geen idee. Een flaflip. Nou, kijk, Nisdivi vindt het hartje al goed gelukt. Er gebeurt ook niks. Dat wit is echt prut. Even wat meer water erbij. Hoi Wendy! Oh ja, kijk, nou zie ik het loskomen. Ik kan alleen niet zien of het daadwerkelijk wat op de penseel zit. Ik mis eigenlijk zwart. Ik denk dat je dat beter had gezien. Zeker een fijne dag. Jij ook, Wendy? Heb je nog wat leuks gedaan met Pasen?
We zijn nu bij het moeilijkste gedeelte bezig. Lukt het mij om een puls te maken in een nat hartje? Ah, lekker streepjes gekeken en Animal Crossing gespeeld. Klinkt als een hele heerlijke luie paasdag. Zo. Die kat is nog te nat. Maar er... Het enige gedeelte wat er niet geschilderd is, is de boven- en onderkant. Maar daar kan ik nu niet echt bepaald bij. Nee. Oh ja, nou kan ik zien dat er wat op zit. Als ik gewoon stipjes doe in plaats van een lijntje trek, dan kan ik het ook niet uitvegen. En dan ga ik vervolgens alsnog vegen. Zo. Ik wil verder op de kwast. Ja, het mengt zich best wel met dat roze. Dat is niet helemaal de bedoeling. De stippeltechniek. Ik voel me bijna een pro als je dat soort woorden gebruikt, Sabrina. Oeh, kijk. Maar het werkt wel. Ik voel me echt een pro nu. Het klinkt zeker fancy. Ik ben ook echt benieuwd hoe het er straks uitziet als hij echt helemaal droog is. Oké. Okay. Het makkelijkste gedeelte is gedaan. De streep naar binnen. Nou moet ik schuin omhoog. Ik gooi even mijn hartje in de chat. Oh nee, eerst een klein stukje omlaag. Thanks, Lianne. Oh, kijk, daar is die, de paasmand. Ja, die hadden we vorig jaar ook. Die kan ik me echt nog herinneren. Toen had ik mijn pannetje emote als eerst. Die was toen nieuw. Toen had ik het hartje nog niet. Dus toen hadden mensen allemaal gekke dingen gedaan met het pannetje. En toen hadden ze het pannetjes ook in een mand gestopt. Oké, okay, dat is een stukje naar beneden. Nou moet ik een heel stuk omhoog. Dan komen die oren weer. Oh, dit keer op de molenbril. Jill had hem eerder gedaan bij de Kim Pulgroet, maar ik kan ook op de molenbril, ja. Oh, het begint wat te worden, jongens. Het begint wat te worden. Het pannetje is het haasje vandaag. Heerlijk, dat betekent... Ja, dat is natuurlijk ook nog een uitspraak, dus dat vind ik heel grappig. Oké. Oké, er moet weer een beetje water bij, het begint op te drogen hier. Stippeltechniek. Nou. Hey Naomi, welkom. Hoe is jouw paasdag? Kijk. We hebben al de eerste naar beneden en de eerste omhoog. Alleen nou is hier natuurlijk weer een beetje waterig. Dus ik moet even kijken of ik wat droge stukjes kan vinden. Want nou moet ik naar beneden. Kijken of het ei weer kunnen draaien. Zo. Zeker goed. Het begint echt al op een puls te lijken, ja.
de stippeltechniek dit trick. Nou moet ik kijken hoor. Nou moet ik helemaal omlaag. Wit begint lichtelijk roze te worden. Dat is dan ook weer niet de bedoeling. Ja, dat is dan jammer. Ik dacht, ik doe eerst het hartje. Dan ga ik alles eromheen versieren. En dan zal het hartje wel droog zijn op het moment dat ik die puls ga maken. Maar ja, het was natuurlijk de helft doorgelopen. Dus ik was een half hartje kwijt. En nou wordt die puls van wit, begint die steeds meer roze te worden. Maar je ziet hem nog wel, dat scheelt. Even weer wat meer wit. Zo. Wit, ja. Zo. Die is een beetje schuin. Verkeerd schuin. Zo. Ja, het wordt steeds lastiger. Hij begint echt steeds meer roze te worden. Oké, gaan we weer een stukje verder. Nou, moet die... weer een beetje omhoog. Laten we hem tot daar doen. Het ziet er nu alleen uit alsof er een beetje viezigheid op zit in plaats van echt verf. Maar het irritant is, het wordt steeds meer roze. Zie je net? Je ziet hem net in het frame. Het wordt steeds meer roze in plaats van wit. Dat is niet helemaal de bedoeling. En het droogt weer op, dus moet er wat water bij. Zo. Ja, dankjewel Wendy. Ik doe echt mijn best. Maar het is best lastig. Want net hier gewoon aan de buitenkant van het hartje kon ik gewoon lekker een beetje kleurtjes erop smeren en zo. En nu is het echt heel gefocust. Met de stippeltechniek. Lijntjes zetten. Zo. Wit. Geef me wit. Doe je net. Leuk dat je er was. Lekker rustig aan doen. Waar is Kim nou? Oh, zat ik helemaal zo. Helemaal verstopt. Moet ik Kim nog meer een beetje zo neerzetten.
Ja. Ik vind dit leuk. Even kijken of ik nog wat, of ik het wat witter kan krijgen. Dat ik dus dingen die wat rozeiger zijn nog even een extra laagje kan geven. Ik zat verstopt. Ja, het is lastig, want als ik zo zit, dan kan ik zeg maar mijn scherm zien. Maar als ik zo aan het schilderen ben... Oh ja, ik zit inderdaad een beetje verstopt. Zo. Moest jullie ook zoeken naar mij? Moest ik niet alleen zoeken naar eitjes net bij Animal Crossing, maar dan moesten jullie ook zoeken naar mij. Oh, dus... Daar had ik eigenlijk eerder over na moeten denken. Maar dan zou eigenlijk Hide and Seek spelen vandaag ook een hele toepasselijke spel zijn. In Among Us. Om juist vandaag dan Hide and Seek te gaan spelen. Voor volgend jaar. Ideetje voor volgend jaar. Het blijft toch in de paars weer, ja inderdaad. Ik heb nog niet alle DIY's kunnen maken. Ik heb net in Animal Crossing wel nog een paar DIY's geleerd en eentje gemaakt. Zodat mijn ja, hoe noem je het, poppetje, het eierkroontje op had. Maar ik ga denk ik vanavond nog even een beetje spelen. En dan, ja, ik heb er minder de behoefte aan om per se alles te leren. Ik weet ook niet wat je krijgt als je... alle DIY's geleerd heb van Zipper. Ik noem hem de hele tijd Hopper, maar... is Hopper überhaupt een dier in Animal Crossing? Ik weet niet hoe ik op die naam ben gekomen anders. Zo. Nou, ik denk wel dat we aardig goede puls hebben inmiddels. Het is wel een beetje een gek hartje, want het rood komt er weer doorheen. Ik had natuurlijk roze en rood gemengd om ook paars te maken, maar je ziet hier en daar het rood er weer doorheen komen. Maar ik vind hem echt heel goed gelukt. Hopper is een boze pinguïn. Oh nee, die wil ik absoluut niet. Die pinguïns hebben allemaal van die igla-huisjes van binnen. Oh, een paasstaf. Die heb ik nog niet. Nu inderdaad afwachten hoe het allemaal opdroogt. Nou, ik vind het wel leuk. Dit is dus mijn ei. Misschien dat hier toch nog wat ei of wat verf onder die dop is gelopen. Dat het de onderkant... Nee, ik zie hier inderdaad dat daar geen verf zit. Dus daar een beetje rood in knallen. Hier. Loop maar naar beneden. Loop er maar in. Oké, ik ben heel erg benieuwd hoe dit opdroogt. Maar ik vond dit heel leuk om te doen. En het lijkt me zeker in de toekomst leuk om vaker iets op stream te doen. Waarbij ik dus de tweede webcam nodig heb. Maar ja, hoe het ei eruit komt te zien, dat moeten we even afwachten. Hij gaat nu drogen. Hierna wil ik, nou het is een half uurtje of zo, Mario Kart doen. Dus als mensen sowieso de komende half uur nog niet gaan eten of al gegeten hebben. En mee willen doen, pak alvast je Switch. En zijn er mensen die het leuk vinden om in Calm mee te doen? Laat het weten in de chat. Ik zie onder andere dat Sharon wel in call wil. Dus dat is prima. Jij zit er toch nog in. Ik heb niemand anders zien zeggen dat ze willen. Sharon was druk de clipjes aan het kijken. Hoi Robin. Welkom. Oké. Online. Gaan we even een toernooitje doen. We hebben iets met een ei. Even kijken. Een eitje. Ik zie geen eitje. Oh, jawel. Kijk, hoppatee. Perfect. Kim is een jaar affiliate. Dat vieren wij. Wat ik dus wil doen. We gaan 150 doen. Maar we gaan dit keer in teams. Daar wil ik altijd al een keertje doen. We doen die gewoon normaal. Alle voertuigen. Stuur hulp uit. Het is een bepaalde periode. Dat is nu 4 april. Hallo, hallo. Hallo. Moet jij nog eten? Ja. Weet je ook... Ze hebben 6:30 gezegd. 6:30? Dan kunnen we wel een uur. Dan kunnen we wel 12 races doen. Oké. We gaan de teams voor de rest niet wisselen. Dan gaan we naar A. Voor een naam in voor het rode team.
Hun naam. Kip. En de andere is de haan. Nee, dat is het ei. Oh, dat is fout. Dat is toch altijd zo'n clichévraag. Wat was er eerder, het kip of het ei? Dus je kan nu gaan kiezen. Wil je team kip of wil je team ei? Hoi Enzo Roos. Ja, ik ga even de codecommand trouwens aanpassen. Dan kunnen mensen op een later moment ook joinen. Dan moet ik ook even zorgen dat dit de streamtitel staat zometeen. Maar jij kan hem alvast invoeren. 4110-2228-0235. Ja, als je wilt joinen, pak je switch erbij. Uitroepteken code in de chat voor mensen die later binnenkomen. Hoi Joey, welkom. Heb jij de code inmiddels al ingevoerd? Tuurlijk. Oké. Ik weet niet of er mensen nog gaan joinen, maar ik klik alvast op oké. Wie is Sharon? Nou, vertel het eens. Ik ben Sharon, ook wel Sharontje in de chat. Dus, en ik ben er best vaak. Het is ook met een C, niet met een S. Nee, dat is inderdaad een foutje. Met een C. Oké, ik weet niet of er mensen zijn die zeggen, oh, wacht, ik ben gaan het opstarten, want anders gaan wij op deelnemen klikken. Code 4110-2228-0235. Jij bent zover? Ja, ik ben al zover. Oké, nou dan klik ik nu op deelnemen in 3, 2, 1, go. En ik ga voor team kip. Gaan wij hetzelfde team of ga jij voor team ei? Ja, ik ging ook voor team kip. Geen idee, Joey, gaan we zo zien. Maar probeer er gewoon in te komen als je wil meedoen. Kijk, we zijn nu met z'n tweeën. Wie weet komen er later nog wij. Wendy heeft geen Mario Kart. Oh, dat is wel jammer. Ik kom ook gewoon met gestrekte armen naar binnen lopen. Veel te chill. Ja, Misty, die heeft het ook niet. Nee, wel een puntje. Het is erg verslavend en leuk. Ja. Ik vind nou, vooral mijn Switch online... Wat zou het winnende team zijn? Ik vind vooral Switch online het geld waard met Mario Kart. Ja. Oh, we hebben ook van die vlaggetjes achterop. Ja, je krijgt een vlaggetje van je teamkleur. Want ik doe ook wel eens mee met Boys Girls toernooi. Dat is gewoon een wereldwijd toernooi. Ja hoor, gaat ze al. Oh, je naam is ook in het rood. Ja. Kijk maar nu, maakt niet uit of jij of ik wint. Zolang er maar iemand van team rood wint. Nou, er is wel steeds een klassement, dat wel. Ja, maar je gaat ook met een team. Ja, ik vond het wel toepasselijk. Want ik wilde een keertje met teams rijden. En toen dacht ik, met Pasen gaan we gewoon team kip en team ei. Het geeft wel iets extra's. Je kan voor jezelf racen, maar je kan ook met elkaar racen. Nu, ja. Dat je echt samen moet gaan werken. Nou ja, ik kan jou nog steeds raken, hè, om zelf eerste te willen worden. Oh, en mijn stand en alles staat ook in het rood. Mijn hele minuutje. Dat zie ik nu. Mijn eerste staat ook in het rood. Hij is niet goud. Opzichtje. Oh jee, er wordt wat gezegd in chat. Ik heb zo een rechtstuk. Kan ik even lezen? Hier. Het gaat er om het aantal punten. Ja. Ja, dus als... Oeh, kak. Zie je? Ik moet geen chat lezen. Ik krijg zo de bomen in. Ik probeerde het. Ik begrijp je helemaal. Ik probeerde het. Ik kan het ook niet tegelijkertijd. Oh, heerlijk. Ja, maar het is wel zo dat als jij eerste wordt... en voor de rest volgt alleen maar blauw... en alle andere rode staan allemaal onderaan... dan wint blauw alsnog. Omdat ze wel qua punten, zeg maar... bovenaan staan. Ja. Weet je best doen, Kim. Oh, ik sta tweede. Nu niet meer. Dat was wel kort een tier. Ik sta gewoon eerste. Gewoon ver op eerste. Ja. Nou, de computer heeft een rood schild afgevuurd. Komt jouw kant op. Oh, maar ik heb een banaan hangen, dus dat scheelt. Oh, dat ging te hard. Nou, ik ben klaar hoor. Oh ja, doe maar zo. Ah, nee! Oeh. Oh.
Nee, ik rijd de hele rit tweede en nou ben ik vijfde. Wat is dit? Dat is echt fucked up. Zo, ja, dus... je rijdt zo goed en dan, nou, Rood doet het nog best goed. Ja. Maar Joey, sommigen zijn nu aan het eten. Hè. Het is natuurlijk 5 voor 6, dus heel veel mensen zijn nu aan het eten. Misschien dat er zo nog mensen bij komen, we weten het niet. Ze zijn wel bezig bij mij beneden. Hey, Jeroen. Moet je eten? Ik vrees het wel. Of ik wil helpen met op tafel dekken vroeg mijn broertje. Ik heb gezegd, ik ruim wel af. Ja, op zo'n manier kan je ook nog een dealtje sluiten. Ja, Rood is de nummer open dat ze de tafel niet te snel hebben gedekt. Ja, en anders stoppen we gewoon op het moment dat jij moet eten. Want er voor de rest niemand in de race zit. Dan kijken we op dat moment naar het klassement. Ik heb zo'n hekel aan deze baan als je dan eerste rijdt. Je kan gewoon niet die sneaky bastard route nemen. De sneaky bastard route? Als je niet... Je kan een afsnijroute nemen, alleen dan moet je zo van die versnelde dingen hebben. Oh ja. Ja, dat heb je ook met bepaalde andere banen inderdaad. Dat je bijvoorbeeld eerst door het zand of het gras moet om te kunnen afsnijden voor zo'n springding. Ja. Hé, hey, ik rijd eerste nu. Ja, ik rijd derde. Ik let niet zo heel goed op. Wie is tweede, rood of blauw? Rood nu. Oh, kak. Hoezo? Nou, ik heb een rood schild, maar ik heb ook een boost. En ik kan het niet inzetten, omdat het rode schild nu... Ik sta tweede, hoor. Ja, daarom. Als ik hem afschiet, gaat hij naar jou. Oh, hier ligt een banaan. Ik heb 2 rode schilden. Ik hoop dat er een blauwe reet achter me. Bok. Zo. Oh, weer een banaan. Leg op met de... Dat is ook gemeen om dan een gele banaan op die gele baan te leggen. Je let even niet op. En... Oh, kak. Ja. Ja. Je gaat eten. Oké, dan is dit de laatste baan. Was een kort potje Mario Kart. Fantastisch. Mijn broertje was gewoon sneller thuis. Oh ja, joh. Ik krijg een blauwe schild. Ik zie het. Ik ging even gas terug daarvoor. Sorry. Ja, kan gebeuren toch. Maar ik kies er toch zelf voor om rond etenstijd Mario Kart te gaan streamen. Ja, nou, ik vind het ook... Ik had zin in Mario Kart. Ik vroeg net aan Sven tijdens die... Toen je nog eitje aan het schilderen was... Zullen we Mario Kart gaan spelen? Maar ja, veel plezier nog even. Ja, leuk dat je alsnog even wilde meedoen. Maar ik zal even naar het klassement kijken. Weet je zeker dat je terug wil gaan, Ia? Ja. En tot de volgende keer. Ja. Doeg. Doeg. Ja, ik moet stoppen, Joey. Want je kan niet racen in je eentje in een toernooi. Er moeten verplicht 2 mensen zijn. Maar we gaan even kijken naar de ranglijst, hoe het met 2 races is gegaan. Jeroen heeft alsnog mij ingehaald, hè. Die staat eerste. Ik sta tweede van de 2. En we hadden niemand in Team I, maar ik ga dit een keer opnieuw doen. En dan gaan we ook teams bedenken. Ik weet niet of er een thema is of een bepaalde feestdag, maar ik ga wel een keer een Mario Kart stream doen. Niet tijdens etenstijd. Ja, wel mooi. Rond 50 inderdaad. Vet tof. Maar we gaan wel een keer een nieuwe Mario Kart doen. Niet tijdens etenstijd. En, en dan kijken of er mensen inderdaad de teams kunnen gaan vullen. Zo snel kan het soms gaan.
Maar voordat we gaan stoppen, is Meepucky er eigenlijk? Ja, Wendy had graag meegedaan als ze Mario Kart had. Ja, ik ben natuurlijk zelf ook niet zo snugger om dan te zeggen rond 6 uur... Ja, we gaan Mario Kart doen. Ja, de ene keer zijn er heel veel mensen die mee kunnen racen en de andere keer niet. En ik ga nu nog niet stoppen. Ik zeg, voordat we gaan stoppen, gaan we nog even iets doen. Maar ik weet niet of Meepucky er is. Die zal waarschijnlijk ook aan het eten zijn. Voor degene die mij... ik doe even Meepucky Games. Ja, Dagmar die streamt zelf ook de Sims. Pardon, Joey? Ik ben bijna 3 uur live. Je bent nog niet zo lang live. Doe maar eens uitroepteken uptime, dan zie je het vanzelf. Dagmar streamt dus ook. Die streamt inmiddels 1.5 jaar. En er was een keer een moment op haar stream waarbij ze voor de grap zei, ja, pen te koop. Wie wil er een pen? 1 euro, 1 euro. En toen zei ze voor de grap, ja, 50 cent. En toen heb ik dus 50 bitjes gedoneerd, wat dus hetzelfde is als 50 dollar cent. En Dagmar die komt haar woord na. Want ik heb post van Meepucky Games. Ze heeft toch daadwerkelijk die pen opgestuurd. Dus die gaan we nu openmaken. Ik hoop echt, echt zo hard dat er geen glitter of iets in zit. Oh jee, ik zit die hele envelop te slopen. Nou, hier is wel meer dan 50 cent voor waard. Kijk dan hoe tof. Een flamingo en het is een gouden pen. Nou, dankjewel Dagmar. Ik weet nog dat ze vroeg aan mij, flamingo of ananas? En ik dacht echt, wat? En toen dacht ik, nou doe maar flamingo, want ik lust geen ananas. Maar ik vind hem echt heel cool. Dankjewel Dagmar. En dat is niet alles. Er zit ook een kaartje bij. Even kijken. This card is better than a text, cooler than an email. Dus dit kaartje is beter dan een tekst en cooler dan een e-mail. Games zoals beloofd je balpen. Heel veel succes ermee. En weet als er iets is, ben ik er voor je. Vet lief. Groetjes, je Vlaamse tweelingzusje. Dankjewel Meepucky. Ik vind hem echt heel grappig. Ik vind hem echt heel tof. Echt een toffe pen. Maar dat hele gebeuren eromheen, dat het toen bij haar is ontstaan omdat zij voor de lol een pen ging veilen op haar stream. En ik toen nog echt voor de grap bitjes heb gedoneerd en zij dan zegt, oh dan stuur ik hem echt op. Ja, hier is hij dan. Dit is nu gewoon een pen waar voor de rest van mijn leven een heel leuk verhaal bij zit. En ik kan hem heel mooi gebruiken. Ik heb namelijk dit boekje en hierin hou ik al mijn streams bij. Dus datums en zo met wanneer ik heb gestreamd. En ook of er iets is wat bijvoorbeeld weggeknipt moet worden voor het geval ik hem op YouTube zet. Dus dan bijvoorbeeld even kijken hoor. Dat was bijvoorbeeld bij stream 75 heb ik om 2 uur en 1 minuut een koptelefoonwissel gedaan. Nou dan knip ik dat weg zodat het als hij op YouTube komt wat soepeler loopt. Maar dit boekje heeft zeg maar een zilver glimmend randje. Dus daar past een hele mooie gouden pen perfect bij. Dus dit wordt gewoon mijn stream setje. En ik kan hem ook... Nou, ik gebruik hem niet voor vlaggetjes schrijven. Want dit is een fineliner met inkt. En de vlaggetjes zijn van het gladde papier. Dus dan pakt hij niet goed. Ja, Soft, we gaan dan stoppen. Ik ben al klaar met Mario Kart. Ik wil in ieder geval zeggen, ik heb een hele toffe paasstream gehad. En voordat we gaan afsluiten, ik ga toch even dat ei pakken. Eén momentje. Zal ik dat ook even met die andere cam doen? Dat is wel leuker. Kijk, eens aan... Hier is het ei. Misschien moet ik even deze nu uit. Zo. Het eitje. Het pulsje ei. Echt heel tof. Ik vind hem echt heel cool. En dan hebben we hele mooie... Ja, ik vind het echt heel tof. Een beetje dat marmer effect, waterverf effect. Het is hier wel een beetje misgegaan. Want het is wit doorheen gekomen. Ja, hier aan de onderkant is het dan niet geverfd. En hier aan de bovenkant is dat een stukje niet geverfd. Maar dat vind ik niet erg. En dan komen we hier bij wat roze paars. Ja, dit moest dus... Dat hele paars waar ik zo mijn best voor heb gedaan is gewoon alweer weg. Dat is wel een beetje jammer. En dan komen we weer terug bij het pulshartje. Ik vind hem echt heel tof. Gewoon je vinger erop houden, gewoon zo. Niemand die het ziet. Hij is helemaal geverfd. Maar ja, ik vind het echt een heel tof eitje geworden. En ik vond het ook echt heel tof om dit op stream te doen. Dus dat was zeker leuk. Ik moet wel zien, het geeft nog echt af. Ik had net mijn handen gewassen, nu zit alles weer onder. Dankjewel, Goud. En echt alleen maar omdat... 2 euro, hè? Zo'n simpel dingetje. Gewoon voor 2 euro. Echt heel leuk. Ei heel voorzichtig wegleggen.
Want daar wil ik nog wel een leuke foto maken voor op Instagram. Woe! Het was weer een heel leuk streamkimpulhart. Wat? Henk, dit is niet normaal, joh. Wel, jeetje. ik zat ook nog even te kijken op Twitch en ik open Streamlabs weer en ik zie die melding. Wow. Dankjewel, Henk. Jeetje. Ik vind het echt heel lief. En je hebt de 5K. Jij bent de eerste. Jij bent de eerste die nu het Ruby... Ik gooi hem er even in. Deze, die kan je nu ook gebruiken. Jij bent de eerste die hem heeft vrijgespeeld. Dankjewel voor je bitjes. Ik vond het ook een hele leuke stream. En Dagmar, je mag zeker jouw eitjes delen in Discord. Ik ben heel benieuwd. Die wil ik echt wel zien. Kijk, graag gedaan, Kim. En dan meteen de nieuwe emote erbij. Ja, het is jammer dat Mario Kart kort was. Maar ik ga niet meer terug het toernooi in. Dat is gewoon nu afgesloten. Dat is nu gewoon klaar. Ik ga wel in de toekomst weer een keer een Mario Kart toernooi doen. Maar de eerstvolgende stream die ik op dit moment op de planning heb staan... is aanstaande woensdag. Want dan wil ik de nieuwe map van Among Us gaan uitproberen. Dus dat is aanstaande woensdag. En wie weet... Ik wil ook een badge. Dagmar wil ook een badge. Hoe ver zit je nog? Ze heeft hem ook! Dagmar heeft ook de Ruby-ding vrijgespeeld. Ik had eigenlijk verwacht dat jij de eerste zou zijn die hem zou claimen. Maar toen kwam Henk opeens zo poef. Kijk, er wordt meteen in de chat gespamd. Dat vind ik leuk. Dat zowel Henk als Dagmar die nu kunnen gebruiken. Dan moet ik in de tussentijd... het is degene die emotes maakt, heeft op dit moment de commissies gesloten. Oh, goud. Dan wil ik het kattenpotje. Oké. Dankjewel. Heb je dit kat? Ja, spam. Als je bit-emotjes hebt, spam ze nu in de chat. Ja, er zijn meer mensen die het kattenpootje hebben. Maar vet leuk. Goud heeft een emote unlocked. Dagmar gooit ze er ook nog even allemaal in. Ja, er is inderdaad afgelopen woensdag is een nieuwe map uitgekomen. Ik heb expres dus nog niks gezien. Ik heb wel al berichtjes gehoord van andere mensen die zeggen, jij is te groot. Dat hij daardoor dus niet zo leuk is. En dat er iets is met deuren en zo. Dat impulses kunnen natuurlijk deuren sluiten. En in plaats van dat ze na een tijdje vanzelf weer open gaan. Zoals in andere mappen moet je dus nu card swipe doen om die deuren open te krijgen. En card swipe is al zo'n hele fijne taak die altijd mij zo goed afgaat. Maar niet heus. Maar ik wil hem wel echt op stream gaan ontdekken. Dus ik heb tot nu toe alle streams ervan vermeden. Ik was eigenlijk wel van plan om eerst een stream van iemand te kijken. En toen had ik het gemist. En toen zag ik diegene iets plaatsen op Twitter over een bepaalde opdracht die hij niet snapte. Toen dacht ik, nee, ik moet niks kijken. Dit wordt te leuk om mij te zien struggelen. Om een noob-actie van mij op stream te zien als ik Among Us ga spelen. Omdat ik al die taken niet snap. Omdat ik de weg niet weet. Dat soort dingetjes. Dus, En Ayes, dankjewel voor het volgen. Welkom. Ik ga dus woensdag Among Us doen. De nieuwe map ontdekken. Kijken of ik het een beetje kan. En dan benieuwd of ik ook imposter word. En aangezien die map een stuk groter is, is het misschien makkelijker om daar imposter te zijn. Ik weet niet. Bij de Skeld, wat tot nu toe mijn favoriete map is. Ja, dat is natuurlijk dat je in zo'n achtje kan lopen. Je komt heel snel iemand tegen. En heel snel heeft iemand door welk gebied je ongeveer was. En of je in de buurt van het lijk was. En dat is met die nieuwe map, als die groter is, natuurlijk een stuk minder. Oh, inderdaad. Wendy. Of juist niet. Want je moet maar net mensen tegenkomen. Dat kan ook nog. Ben je imposter, kom je gewoon niemand tegen. Want wat ook een ding is met die nieuwe map, wat ik wel al weet. Ik weet ook dat er een nieuwe doodvorm is. Wat ik ook weet met die nieuwe map is, bij alle andere mappen die er zijn, die originele drie mappen, als je dan begint, start iedereen op dezelfde plek. Maar deze nieuwe map heeft iedereen een eigen startpositie. Dus je kan niet zien waar de rest op dat moment is aan het begin. En dus ook niet welke kansen oplopen. En bij de Skeld dan begin je natuurlijk om die kantinetafel. En dan kan je ook zien of iemand naar links gaat, naar rechts of naar beneden. En als er dan ergens een lijk wordt gevonden, dan kan je proberen dat nog te onthouden. Ja, bij die nieuwe map heb je dat dus niet. Dan komt iedereen op een eigen plekje. Nou, dus niet Joey. Iedereen komt op een andere plek op de map aan het begin bij die nieuwe. De airship. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat is. Oh, je mag het zelf kiezen. Oh, dus het is optioneel dat je zegt ik wil op een verschillende plek beginnen of ik wil op dezelfde plek beginnen. Is dat iets wat... Drie opties? Oké, wat zijn de drie opties? Goud heeft de nieuwe map ook nog niet gespeeld, maar het lijkt wel heel leuk. Wat zijn de drie opties? Dat iedereen eigen plek. Iedereen zelfde plek neem ik dan aan. Wat is dan de derde optie? In duo's of zo? Streamvertraging, hè? We moeten wachten op antwoord. Oh, nee. Oh, je krijgt drie plekken. Oh, je mag zelf kiezen waar je begint. Maar je krijgt zeker niet je taken... Ik val van... Oh, oké. Je mag zelf kiezen.
Ik kom er niet meer uit. Oh, dan ben ik wel heel benieuwd. Maar je weet natuurlijk niet van tevoren wat je taken zijn, want dat is elke keer anders. Want als ik bij de Skeld zelf zou mogen kiezen waar ik zou beginnen, en ik weet bijvoorbeeld dat ik iets heb in Reactor, dan denk ik, ja, zet mij dan maar links. Maar als je zegt, zet mij maar links en je hebt allemaal taken aan de rechterkant, dan is het een beetje irritant. Oh, na een overleg. Wendy weet het niet meer en Miss Divi zegt na een overleg. Ik ben benieuwd woensdag. Ik ga expres niks kijken. Ik hou het tot nu toe alleen tot deze informatie die me gewoon verteld wordt. En de high train is gelukt! Niveau 1. Ja, ik weet niet of Dagmar, Henk en Goud alle niveau 1 emotes al hadden. Maar als je nieuw hebt gekregen, laat het vooral weten. Nou, Miepukje heeft een klein beetje... Miss Divi heeft een klein stukje gezien. Voor de rest laat ze zich verrassen. Wendy heeft de nieuwe map 1 keer in de stream gezien. Miepukje heeft de emotes al. Goud heeft ze ook allemaal al. Ik heb ze zelf ook allemaal al. En ik verwacht dat Henk, want die is zo lief bij allerlei streamers. Ik denk dat jij alles van niveau 1 ook overal al hebt. Bedankt voor het kijken. Ik kom net binnen, gaan we raiden. Ja. Oh kijk, Henk heeft ze ook allemaal al. Voor degenen die zin hebben om mij te zien struggelen in de nieuwe map van Among Us, tot woensdagavond. Enjoy mijn Discord. Doei!